dan ben je toch. Anders begon gelijk. Ja. Je niveau was er ook daar, hè? Ja. Oh, je hebt hem al geluisterd? Nee. Dames en heren, na maandenlang wachten, na maandenlang soebatten, na maandenlange onderhandelingen, is het eindelijk zover. Te gast hier op het, hoe heet dat blog eigenlijk? Of vlog? Kleinkunst Comedy. Nee, ik zeg Kleinkunst Cabaret en Comedycast. Wat hij net zei, daarvan. Na deze maanden van keiharde onderhandelingen is het eindelijk zover, dames en heren. Op deze cast, regisseur, radiomaker, Pieter Bouwman. Yeah. En je haalt de woorden uit mijn mond, want ik had al opgeschreven inderdaad regisseur, maar ook acteur, cabaretier en radiomaker. Hij regisseerde onder andere Hans Steeuwen, Wim Helsen en Micha Wertheim en recent ook nog het debuutprogramma van Patrick Nederkoorn en de Partizanen, waarmee de Partizanen de Nederlands Hoop wonnen. We kennen hem van het geïmproviseerde radioprogramma Mannen van de Radio en Radio Bergijk. Hij is nu ook onder andere te bewonderen in het tv-programma Rundfunk. En hij is een van de allereerste comedians van Comedy Train. Pieter Bouwman. Ja, daar zijn we hebben. Ja, zijn we welkom. Hebben. Met zijn dikke kop, dank je. Ja, nou, ik zeg proost. Proost. Fijn dat je inderdaad na de enorm lange onderhandelingen eindelijk kan zijn. Ja, hebben wij dingen overgeslagen waarvan je zegt, nou, dat heb ik ook gedaan. Daar was ik heel trots op. Dat moet eigenlijk wel genoemd worden. Nee, je hebt wel een aardig rijtje gemaakt. Ja, nee. Naar mijn ouders toe ben ik er trots op dat ik ook nog een universitair diploma heb. Oh. Dat vinden zij fijn. Nou, zeg even voor de mensen thuis, welk diploma heb je dan? Ik heb het doctorans in de orthopedagogiek ben ik. Ah ja, dat is wel handig, denk ik. Handig. Dat maar, is met allerlei kinderen waar iets mee mis is. Ja. Opvoedings- en leermoeilijkheden, sociale onaangepastheid. Kortom, cabaretiers eigenlijk. Ja, precies. Ja. Dus dat heb ik eerst keurig gestudeerd. En toen dacht ik, nee, dat is niks voor mij. Toen ben ik alsnog de toneelschool gaan doen. En van daaruit ben ik pas het theater eigenlijk binnengerold. Ja, toneelschool Eindhoven toen nog, hè? Maastricht. Of Maastricht, dat was het terug. Maastricht. Part-time opleiding in Maastricht. Dat was het, ja, Maastricht. Ja. En die part-time opleiding duurt 3-4 jaar? Vier jaar was het toen nog. Nu is het geloof ik 3 jaar. Die bestaat nog wel? Ja. Ja. Oké. Okay. En dat was echt de regisseursopleiding? Nou ja, er zijn diverse toneelscholen natuurlijk in Nederland. En ook Amsterdam heeft ook een part-time opleiding. Ja. Eindhoven toen, wat nu Tilburg is, geloof ik ook. Ja. Maar in Maastricht lag het accent heel erg op spelen en op regisseren. Want het is officieel een docentenopleiding. Ja. Maar je maakte ieder jaar 2 producties met steeds een andere regisseur. Dus je leerde 8 manieren van regisseren. Kennen. Ja. En dat vond ik veel belangrijker dan een didactische aantekening. Want mijn ambitie was niet om op het VMBO dramalessen te gaan geven. Zoals dat van bijna niemand eigenlijk is. Nee. Maar vooral op spel. Maar was het dan ook zo dat je eigenlijk stiekem, toen nog, jong en onbezonnen acteur wilde worden? Zoals het vaak begint. Nou, acteur niet zozeer. Maar ik dacht wel, volgens mij ligt mijn toekomst wel ergens in de kleinkunsthoek. Ja. En in eerste instantie ben ik na die school ook echt wel begonnen met serieus toneel regisseren. Maar toen leerde ik, stond toevallig via mijn broer die les gaf in de opleiding in Eindhoven. Ja. Hans Steeuwen kennen. En omdat zijn eerste programma zo ontzettend de lucht inschoot. Ja. Was ik opeens cabaretregisseur, blijkbaar. Werd je gedoopt tot cabaretregisseur. Ja, zo ging het echt. Want dat was voor mij echt meer een soort oh, leuk tussendoor. Maar dat ging zo goed dat na het succes van Hans er allerlei mensen op mij afkwamen van kun je ook met ons werken. Ja. En dat rolde van de een naar de ander. En ja, voordat ik het wist had ik al van alles gedaan in die hoek. Want en is dat ook in dezelfde periode dat je bij Comedy Train terecht kwam? Of ja, dat overlapt elkaar. Ja. Ja. Ja, dat overlapt elkaar. Ik ben in 1991 was het geloof ik, 90 of 91 bij de Comedy Train gekomen. Toen was ik net klaar met school in Maastricht. Dus ik ging daar een beetje dat stand-up proberen waarvan nog niemand wist wat het zou worden. En, nou ja, inderdaad, niemand wist wat het zou worden. Maar nee. Je had zelf ook waarschijnlijk nog geen enkel. Ja, tenminste, dat was echt comedy. Dat is pas nu volgens mij van de afgelopen jaren dat cabaretiers zichzelf comedian noemen. En dat een soort onderscheid wordt ook weer nu niet meer. Maar nee. Je wist er normaal niet waar je insprong op dat moment. Nee, en niemand niet.
En dat was ook in het begin... Kijk, nu is dat een min of meer een gevestigde plek in Amsterdam geworden. Dat toen maar en zo. Maar in dat beginperiode was echt gewoon optreden in cafeetjes. Ja. Waar ondertussen een feestje aan de gang was van voetbalsupporters. Ja. En waar wij dan voor een schamele boekenbon ons moesten kapot laten maken door die mensen. Nou, wat dat betreft is er weinig veranderd in het begin. Okay, het comedyland, wat dat betreft. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb ooit die, je hebt zo'n boek van zoveel jaar Comedy Train. En er zit zo'n leuke cd bij met audio-opname waarin eigenlijk de comedians vertellen hoe dat was, die beginperiode. Ja. Is dat allemaal helemaal waar? Nou, ik ken die cd niet uit mijn hoofd. Dus oké, laat ik het zo zeggen. Heeft Raoul Heertje op het podium gepoept omdat hij het niet meer wist? Nee, natuurlijk niet. Ik vond het altijd wel heel leuk om te horen. Nee, wat wel is gebeurd is op een gegeven moment... stonden we in het Betty Asphalt complex een aantal weken. En dat Theo Maassen zich toen op een gegeven moment een beetje kapot verveelde... en zei van, ik ga het heel anders doen. En die kwam toen naakt op met alleen tennissokken en tennisschoenen aan. En begon gewoon zijn act, helemaal naakt. Die zaal die zat, pardon. Maar op een gegeven moment zei hij na een minuut of vijf... zei hij, oh, ik ben wat vergeten. Toen liep hij af en toen kwam hij terug met een manshoge, zo'n uitgezaagde Berry van Aarlen. Speler van PSV. Ja. Dat was hij dan blijkbaar vergeten. Maar verder heeft hij die hele act in zijn nakeer gedaan. En het mooie effect daarvan was, in het begin was het publiek dus helemaal verbijsterd. En ik keek met de bek open, wat is hier aan de hand? Maar na vijf minuten was het eigenlijk gewoon doodnormaal. En toen ging iedereen zich gewoon weer richten op wat hij eigenlijk gaat vertellen. En dat was een verbijsterend effect. Dus misschien is daar ook wel dat voorbeeld van Raoul uit geboren. Zo van, je kunt op een gegeven moment echt schaamteloos iets doen op het podium. En als je dat maar schaamteloos genoeg doet, dan pikken mensen dat. Ja. Of als je het lang genoeg volhoudt. Of als je het lang genoeg volhoudt, ja. Maar goed. Oh, wat tof. Ik weet ook nog van die cd inderdaad. Dat is een document wat niet veel mensen kennen. Ik heb toen ook zitten luisteren, want dat boek, er zat een cd'tje bij. En daar heb jij ook een heel... Ik weet daardoor jouw eerste hitje, weet ik. Over een... wat was het? Over een... Weet niet meer. Ja, over een bokswedstrijd. Dat? Ja. En over een muis, dat ook nog. Dat was een bokswedstrijd dat jij dacht van... dat er een... wat was het nou? Vrije trap, maar dan in boksen ook in een vrij slag. Vrije slag. Ja, dat is inderdaad... Dan zit ik naar een bokswedstrijd te kijken... en ik vind dat altijd heel leuk als twee negers zich... willen aftuigen voor een beetje bling-bling ring om hun middel. Voor jouw amusement. Prima. En toen op een gegeven moment op Eurosport was er een vechtpartij... en die bokser sloeg die andere bokser onder de gordel... Ja. En dan springt die scheidsrechter ertussen en die haalt ze uit elkaar. En dan moet even pauze, een waarschuwing. En daarna moet je verder vechten. Maar dat vond ik eigenlijk onredelijk. Ja. Want als je net een tik op je ballen hebt gehad. Ja, dan moet je daarna doorvechten alsof dus, er niks is gebeurd. Dus niet je wilt eerlijk. Nee. Dan mag je bij voetballen een vrije trap nemen. Toen dacht ik, als we nou bij boksen, vrije slag doen. Ja. Dat die bokser dat doet, moet in het midden van de ring gaan staan. Armen slap langs de lijf. En die ander krijgt 5 seconden de tijd om hem helemaal een pap te slaan. Dat is niet één slag, maar 5 seconden om helemaal te gaan. Helemaal oplossen. Maar toen dacht ik meteen, dat geldt niet alleen voor boksen. Want wij weten alleen al van vandaag kun je al zo 4, 5 situaties terughalen... waarvan je eigenlijk denkt, vrije slag. Ja. Als je bij een winkel op je beurt zat te wachten... drinkt een oud wijf voor met boodschappentassen. Dat je dan kunt zeggen, sorry mevrouw, maar dat is vrije slag. En dat die vrouw dan ook klaar gaat staan midden in de winkel... en dat je 5 seconden hebt om er helemaal tot los te schoppen. Ja, die tekst zit gewoon vers in je geheugen, blijkt toch maar weer. Ja, een tophit, een evergreen. Maar dat klopt inderdaad, ja. Ik weet dat ik dat ook nog had gehoord. Ja. Dat is überhaupt, want ik hoorde jou net zeggen over dat hij heeft gepoept. Of dat was Raoul Heertje dan, poepend naakt. En dat dan heel serieus. Ik moest ook denken aan, want dat was... dat was ook niet zo lang geleden, was die documentaire van de Partizanen. Over Rob van Liemt. Uh-huh. Wat natuurlijk, misschien een beetje spoiler alert. Maar goed, wie luistert dit nou ook, maakt niet uit. Ook heel serieus ook in wordt gegaan op een persoon. Waarvan het, Rob van Liemt. Daar heeft Hans Steeuwen dan, volgens mij is het oudste filmpje in die documentaire... is dat Hans Steeuwen op een dat vond ik zo goed persbijeenkomst of zo. Ja, we kregen toen als Comedy Train de Pall Mall Exportprijs. Ja. Dat jullie heel veel hadden gerookt. Hoe werkt dat? Nee, dat was gewoon... Ja, dat plakken dan een fabriek zijn naam aan als sponsor. Okay. Maar het ging gewoon over mensen die een vernieuwende impuls... Oh, zo, in het, ja.
in het culturele leven van Nederland hadden geblazen. En dat hadden wij dan dat jaar gewonnen. En toen zei Hans tijdens de acceptance speech... Ja, ja, ja. Zei hij dat we toch alles wel te danken hadden aan Rob van Liemt. En bleef verder volledig in het midden wie dat dan was. Maar zonder Rob van Liemt waren wij nooit zo ver gekomen. Ja. En aan de hand daarvan hebben die jongens van de Partizanen... 20 jaar na dato... Ja, echt. Bedacht, als we nou eens alle comedians van het eerste uur laten vertellen over wie die Rob van Liemt nou was. Ja, maar dat muziekje eronder ook. Zo, dan heeft iemand wat gezegd, kreeg je dat terug, muziekje. Nou, weet je wel, ik dacht al aan het begin al, voelde ik bij die documentaire, dat het voelde ik stond aan de knikken van nee. Alleen dat filmpje dus wel, van dat hij het echt zegt en dat het een echt filmpje is, maakte dat ik dacht... Oh, wow. Dat was zo sterk. Ja. Dat ik echt dacht, oké, kennelijk is dit zo. Dus dan gaan we er maar op in. Ja. Maar ook, ja, ik vind het echt... Ja, misschien moeten we dat als linkje ook maar bij de sound... Ja, zou ik zeker doen. Want het is een enorm grappige documentaire. Ja, ja. Ik vind het wel heel goed dat aan het einde dan toch nog het... Toch wordt weggegeven. Uh-huh. Maar wel op zo'n manier dat je... Ja, dat, ja, maar zelfs dan nog denken volgens mij sommige mensen... Ja. Waarom moeten ze nou lachen? Ik heb serieus iemand... Ik zal niet zijn naam noemen, heb ik gesproken. Die naar mij toe kwam, heb je die documentaire van Rob van Liemt gezien? Uh-huh. Wat een man, hè? En ik dacht, hij maakt een grapje met mij. Alsof ik het niet wist. En ik ging een beetje met hem mee. En terwijl het gesprek voorde, dacht ik... Oh, wacht, maar hij denkt het echt. Echt. Ja, maar man, het is raar, ook... ik kan niks van hem vinden op YouTube. Het is uitgezonden volgens mij ook door Human. Gewoon als documentaire, zeg maar, op televisie. Dus als je dan, als je niet echt bekend bent met cabaretscrew of zo, je kijkt dat. Nee, dan is er geen reden om aan te nemen dat het gelogen is. Nee. Er zitten wel rare dingen in die verhalen die iedereen vertelt. En het loopt nogal uit de hand. Maar ja, het zijn ook... Hè? Maar ja, dat zijn die comedians maken dat ook gewoon mee. Tuurlijk, dat is een hele aparte, rare wereld. Nou, zo zal ik je vertellen over mensen die geloven dat het echt is. Zo hebben wij het met Radio Bergijk jarenlang altijd nog reacties gehad. Van waarom de VPRO in godsnaam zendtijd gaf aan een radiostation uit het Brabantse plaatsje Bergijk. Want daar had toch helemaal niemand wat aan. En wat was dat voor een flauwekul? Die dus echt. En dat in zekere zin begrepen wij het ook. Want na ons zat dan altijd de EO. Met een programma waar mensen die van het padje waren geraakt. Nu kwamen vertellen hoe ze dankzij de Heer weer op het rechte pad waren gekomen. Nou, die dingen waren altijd 10 keer zo absurd als wat wij als absurd bedoeld hadden bedacht. Daar konden we eigenlijk niet tegenop. Het voorprogramma van de EO. Het voorprogramma van de EO. De echte omroep. De echte omroep met echte verhalen van echte mensen. Worstelend met dit bestaan en de zin ervan. Ja, maar dat is toch vaak. Je kan echte verhalen... Als je die gewoon gaat vertellen hoe ze echt gebeurd zijn, komt vaak zo absurd over. Ja. Dus als je zelf dan een verhaal verzint en je doet daar te veel dat soort dingen in, zeggen mensen, nee, dat geloof ik niet. Nee. Dat is niet echt gebeurd. Nee. Terwijl dan in het echt was het nog erger. Ja. Precies, je moet er vaak eerder wat van afhalen dan dat je, dan dat je erbij doet. Dat, al oude... Schaar, de werkelijkheid is gewoon absurder dan alles wat je verzinnen kunt. Dat is natuurlijk ook zo. Nee, dat is echt... Van de week stond ik met Andries. Andries Toeren, die kennen misschien ook al. Die heeft ook een stuk over dat hij een recensie over zichzelf heeft. Ja. Waarin hij zich... De grap is dan, dan zegt hij nou... Ik word vergeleken met grote mensen als Theo Maas en Jochem Meijer. En vervolgens heeft hij echt een krant mee. En dan zegt Joris enquête. En dan gaat hij zichzelf helemaal kapot maken. Echt. Maar wel op de manier hoe dat in een recensie zou kunnen. Ja. Maar echt verder overheen. Deze cabaretier is een belediging voor grote toppers zoals Jochem Meijer. Alleen, ik had het met Andries over. En die krijgt dus ook na elk optreden zegt... Weet je wat jij niet moet doen? Is die recensie voorlezen. Want je bent echt wel leuk, hoor. Je bent echt wel leuk. Wij vonden je heel erg leuk. En je moet niet... Dat hij denkt, mensen geloven het. Ja. Echt. Ja. En lachen ze er wel om, maar dus kennelijk met kiespijn. Want denk ik, oh, wat erg voor die jongen. Waarom laat je dat even horen? Maar dus nou, wat er nu allemaal gebeurt, zoals in Amerika en zo... dat mensen eigenlijk meer op fake news vertrouwen. Ja. De absurde verhalen van dat Hillary Clinton ergens onder een pizzeria... een kelder heeft waarin ze een pedonetwerk in stand houdt. En dat er inderdaad een vent met een machinegeweer naar die pizzeria toe gaat... om verhaal te halen, want die gelooft dat. Mensen die zeggen van, op de vraag van waar heeft u die informatie vandaan dan? Ja, van Twitter en van Facebook. Facebook, ja. Ja. Dus ja. Hey, en in die documentaire, dat was iets waar Mail mee kwam, heb jij een shirt aan en daarop staat, het ergste moet nog komen. Ja. Dat is een zinnetje waarvan, nou goed, ik weet dat ook een beetje, maar ik vond het wel leuk om te vragen. Dat is een zinnetje, wat betekent dat zinnetje voor jou? Dat is een zinnetje die voor jou een beetje speciaal is, klopt dat? Ja, ja.
Ja, hij komt van. Het is een uitspraak van Arthur Schopenhauer, een Duitse filosoof, begin 19e eeuw. En die stond bekend als de filosoof van het pessimisme. En ik moet zeggen, toen ik dat voor het eerst las, waarin hij zegt van het is niks en het wordt niks en het. Dacht ik, hè, eindelijk iemand die zegt hoe het is. Ik vond dat dus niet pessimistisch, maar ik werd daar heel erg door getroost, eigenlijk. En hij zegt dan op een gegeven moment van, ja, je kunt wel denken, ik heb het nou heel erg, maar wacht maar, het ergste moet nog komen. En met zo'n soort adagium kun je, denk ik, de crisis van het moment enigszins relativeren, omdat je weet, ja, ik vind het nu heel erg, maar het echt ergste moet nog komen. En zelfs als het ergerder dan is wat moest komen, dan zal daarna nog een wat erger. Wordt er nog erger, ja, want we gaan toch ook allemaal dood. Ja. Ja, is dood erg dan? Nou ja, dat vinden veel mensen wel erg. Dat je de 70, 80 jaar hier je stinkende best doet om een beetje de boel goed op orde te hebben en misschien nog enige betekenis te hebben voor de medemens. Ja. En daarna ben je binnen 2 generaties vergeten. Ja. Wat ook dat vinden mensen. Ja, ja, dat ik vind het erg. Heel gezond, maar heel veel mensen vinden dat een hinderlijke gedachte. Ja. Ja, ik merk dat je naar mij kijkt. Ik vind het een heel storend concept inderdaad. Ik denk, is toch... Dus stel je hebt het eeuwige leven. Je moet dan eeuwig door. Ja, precies. Maar dat dan zak ik echt door mijn hoeven. Dat is zo, maar dat is wel een beetje... Dat zijn dan de enige 2 opties die wij hebben. Omdat het concept leven en dood zo duidelijk is. Dus of het is leven en dood, of er is een soort eeuwig leven. Terwijl ik dan denk, ja, maar als je echt aan het roer staat en je kan... een soort universum ontwikkelen, dan moet er een optie zijn, niet leven en dood, maar ook niet eeuwig leven, iets ertussenin. Maar wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Want nou ja, dat is dus heel moeilijk, want dan kan ik ook niet. Migraine opkomen. Nou, neem nog een slokje. Nee, ja. Daar heb ik geen oplossing voor, maar ik denk wel dat er iets beters mogelijk moet zijn. Het is een beetje, vind ik, te vergelijken met dat wij hebben dan 3 dimensies en het is ons niet voor te stellen hoe een ruimtelijke figuur eruit zou zien in dan 4 dimensies. Nee. Of ja, stel dat is tijd, dan weet je beweging. Maar iets 5-dimensionaals, dat kan ik me niet voorstellen. Nee. En volgens mij is het net zo moeilijk om voor mensen die denken, ja, je wordt of geboren en je gaat dood, of er is een eeuwig leven. Het is niet voor te stellen wat er dan nog allebei zou kunnen zijn. Allebei is het niet voor te stellen. Nee. Maar ze kunnen we ook niet voorstellen hoe het was voor onze geboorte, hoe wij toen waren. Nee, tot nu toe ben ik er langer niet geweest dan wel. Ja, dat ging prima. Ging prima. Voor iedereen was dat uitstekend. Sterker nog, we verlangen allemaal stiekem een klein beetje. Terug naar die tijd. Ja, dat is geheel wederzijds meer. Maar ik heb ook een periode gehad dat het inderdaad op allerlei vlakken wat minder ging. En dacht, ik moet dat t-shirt niet te vaak dragen. Want ik roep het nou ook wel heel erg over mezelf. Ja, want wat is dat voor tijd geweest dan? Nou, er zijn wel fases in mijn leven geweest dat het wat minder ging op bepaalde vlakken. Neem me even heel rustig, voorzichtig zo te formuleren, want we hebben nog een paar uur te gaan. Ja, nee. Nee, gewoon periodes waarin je even de weg kwijt bent of eventjes met de handen in het haar zit. En als je dan dat t-shirt aan hebt, denk je, ja... Als ik dit nou aanhoud en ik zeg, laat dat aan iedereen zien de hele tijd. Ja. Dan zeggen mensen, ja, dat zei je toch zelf ook al de hele tijd dat het slechter zou gaan. Nou, dan heb je het hier. Ja, ja goed, dat is een kleine stuiptrekking van bijgeloof. Die, ja, nou ja, goed. Want je zit nu ook aan het bucklerglas met daarin tomatensap. Ja, zeker. Want jij bent gestopt met drinken. Ja, nou en of. En dat is, nou ja, goed, dat is voor iedereen is dat een... Ja, zeg maar. Is dat natuurlijk een ding. Maar laat ik het zo zeggen. Is dat Pieter Bouwman en een lekker glaasje wijn. Dat werd vaker in 1 zin genoemd. Om het zomaar eventjes te zeggen. Ja, zeker. Ja. Nee, ik heb dat zo. Mijn middelneem was 12% op zijn minst. Al. Ja, precies. En dat begon een beetje uit de klauwen te lopen. Ja. Omdat ik die drank ook... behalve dat drank mij dingen heeft opgeleverd. Dat moet ik namelijk echt wel zeggen. Ja. Heeft het op den duur toch veel meer kapot gemaakt dan je lief is. En bleek ik ook lichamelijk daar niet meer goed op te reageren. Mm-hmm. Dus driekwart jaar geleden begon ik opeens zo op te zwellen. Dat mensen om mij heen zeiden. Het is niet normaal, je moet eens naar de dokter. En toen ben ik uiteindelijk naar de dokter gegaan. Terwijl ook ik zelf ook, want ik dacht, nou goed, als zij dat zeggen, moet ik dat doen. Ja. Terwijl ik zelf ook al wel wist, het gaat niet goed. Want ik kwam mijn trappen naar 3 hoog niet meer in 1 keer op. Ik moest halverwege puffend. En als ik dan uiteindelijk binnen was met mijn tas met boodschappen, zat ik nog
een kwartier na te hijgen als een astmatisch paard. Ja, ja. Goed, toen kwam ik bij de huisarts en die zei, nee, dat is inderdaad niet normaal. Je moet naar de specialist. Ja. En de specialist zei, nee, dat is niet normaal. We gaan jou eens een keertje onder handen nemen. En toen hebben ze in één nacht tijd 10 liter vocht uit mijn buikholte gekapt. Jij hebt mij dat laten zien op een foto. Ja. Ja, je moet je voorstellen dat je met 2 boodschappentassen met ieder 5 pakken melk erin. Ja. Dat één nacht uit mij. Dus ik was in één nacht 10 kilo lichter. Ja, letterlijk. Letterlijk. Ja. Waarop mijn organen in mijn buikholte weer allemaal ruziend hun rechtmatige plek opzochten. En men had ook gezegd, als u niet over 5 jaar een houten jas aan wilt trekken, ja, dan moet u verder de alcohol laten voor wat die is. Ja. Dus toen ben ik in diezelfde nacht cold turkey gestopt met drinken. Dat staat nu op 1.5 jaar. Ja, als jij ook nog. Ik kan me zelfs nog voorstellen dat iemand die denkt de dood is ook best oké, mm-hmm, dat je dan denkt, oké. Kennelijk is die houten jas over 5 jaar de mijne. En ja, so be it, mijn. Maar dat is niet uiteindelijk. Nee, die keuze heb ik nog niet zo gemaakt. Ik weet wel dat die bestaat. Een aantal mensen zeiden tegen mij, ja, je had dus ook geen keuze meer. Natuurlijk heb ik altijd een keuze. Ja. Ik kan me gewoon ook dooddrinken. Maar ik vond dat toch uiteindelijk te vroeg. Ja, toch nog wel. Ja, ik wil toch wel een paar jaartjes nog rondsnuffelen. Ja, precies. Nou ja, gelukkig ja, maar. Ja, ja. Anders dan mis je ook dit soort leuke dingen. Hè? Daarom alleen al. Ja, nee, alleen al om deze dat middag is me dat half jaar ellende waard geweest. Ja, ja, snap ik. Maar ik moet zeggen, het was geen makkelijk afscheid nemen van... Nee, dat kan ik me echt voorstellen. Van deze, laten we zeggen, vijand in de kleren van een goede vriend. Ja, want... Je had zegt net van een negatieve periode in mijn leven. Had het ook te maken met het alcohol? Of is dat eigenlijk echt een bijzaak geweest? Nou, die twee dingen hebben elkaar denk ik versterkt. Ja. Ja. Nou, maar in periodes dat het slechter met me ging, ging ik, terwijl ik dat dan juist niet had moeten doen, meer drinken. Ja, precies. Waardoor je er ook weer moeilijker uitkomt. Want alcohol is een stemmingsversterker. Dus als je stemming negatief is, dan wordt die negatiever. Ja. Dat geldt voor alle drugs in principe. Nooit gebruiken als je niet goed in je vel zit. Ja. Maar het punt is met verslavingen dat je dat advies in de wind slaat. Ja. En dat ik dus inderdaad in periodes dat ik ook qua werk niet zoveel om handen had. Wegzakte. Ja. Ja, en dat je misschien zelfs wel gaat geloven dat je ook beter presteert als je het dan wel op hebt. Ja. 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 En toen je gestopt was, ben je dan eerst maar heel lang op je kamertje gaan zitten om ook de prikkels te vermijden? Nee, dat niet zozeer. Wat er wel gebeurde is, ik raakte in eerste instantie in paniek. Ja. Omdat er heel veel houvast, die het me ook bood, schijnhouvast weliswaar, maar toch houvast, weg was gevallen en ik moest onder ogen zien, 24 uur per dag nuchter. Waar ik van dacht, dat is helemaal niet de bedoeling van dit leven. 24 uur per dag nuchter zijn, dat is onzin. Bovendien sliep ik heel slecht tot niet. Ja, dus de dagen zijn lang. De dagen zijn ellenlang. En ik op een gegeven moment sms'te ik aan mijn broer van, wat doen mensen toch allemaal met die uren in godsnaam? En toen sms'te niet terug in de zin van, tijd wordt over het algemeen uitgezeten. En gedood. En nou goed, allemaal termen die waarvan ik dacht, ja, dat is het natuurlijk. Je moet tijd doden. Letterlijk. Letterlijk. Ja. Daar zijn we mee bezig in dat ene leventje wat we hebben. Vinden we allemaal vrije tijd en nuchtere uren helemaal niet prettig. Nee. Dan gaan we bungee jumpen en in achtbanen zitten om in godsnaam maar die uren door te komen. Ja, levenslang. Levenslang. En hoe gaat dat nu? Gaat het nog makkelijker nu? Of zit je ook nog steeds elke seconde af te tellen? Nee. Ik heb geen moeite met niet te drinken. Oké. Okay. Nee. Ik heb wel mijn momenten waarop ik heel sterk herken van, dit zou normaal gesproken een moment zijn geweest voor mij om hem eens flink te raken. Ja. En dan denk ik, oh ja. Ik denk ook dat ik wat dat betreft, zoals met een relatie die verbreekt, of een familielid of een vriend die komt overlijden, God verhoede. Mm-hmm. Maar dat je een jaar nodig hebt, dus alle seizoenen een keer door moet, om te weten, oh, zo ga ik erbij om. Ieder seizoen heeft, ik merkte de zomer, zit iedereen op terrasjes, overal is drank. In de winter. In de herfst willen we allemaal een bokbiertje door de wind en de regen. Ja. En in de winter willen we natuurlijk hete chocolademelk met gescheuten rum erin. Ja. Een groenwijn.
En in de lente gaan we met Rosé in het park zitten. Precies. Ja, precies. Dus ik ben nu op de helft. Ik ben nu op de helft. Ja. Oké. Okay. En ja, goed, ik moet zelf, want ik ben daar nog niet, misschien ooit, maar dat ik ook wel eens dacht van ik ga wat minder drinken. Mm-hmm. Ik dacht op een gegeven moment van, nou Meeuw, ik drink elke dag wel eens een biertje of een aantal. Soms dan niet, maar elke dag heb ik wel wat op. Dus ik dacht van, nee, dat is misschien voor iemand van 24 niet goed om te doen. Mm-hmm. Dus wat ik toen ging doen, ik dacht dan, nou, wat, en zonder dat ik daarbij nadacht. Maar ik ging toen ben ik gestopt met drinken voor een tijdje. Ik drink minder, alleen het weekend. Mm-hmm. En minder drinken. Maar wat er bij mij gewoon gebeurde, ik ging gewoon dus inderdaad andere dingen doen. Gewoon in de vorm van andere drugs. Gewoon super dom. Gewoon begonnen met roken omdat je minder wilde gaan drinken. Nee, niet roken. Nou ja, goed. Gewoon van, nou weet je, ik heb niet gedronken. Nee, je hebt niet gedronken, maar je hebt wel met twee actiepillen naar binnen geknald. En daarna weer aan het water gegaan. Ja, en op het moment bedacht ik dat niet eens. Dan later dacht ik van, oh ja, maar je hebt wel gewoon net weer die Marokkaan gebeld in die auto. wat is het hier dan anders aan, weet je wel? Heb je dat ook? Dat je dan nu denkt, ik ga dan nu bungee jumpen misschien? Nee. Wel, ik moet zeggen, ik heb wat dat betreft een huisarts die enigszins begrip heeft voor dit soort gevallen, zou ik maar zeggen. Die zei, ik help je even aan een tussentijdsverslaving, want ik sliep dus helemaal niet. En dan, dan word je echt gek als je en nuchter en net aan het ontgiften bent en net aan het inzien bent van wat is er kapot en wat wil ik nu verder? Nou ben ik mijn zin kwijt. Dat hij zei, nou, we zetten je dan even tijdelijk op in ieder geval Themazepam, zodat je in ieder geval een paar uur per dag slaapt. Themazepam? Dat komt uit de pammetjes. Oxazepam, Themazepam, Lorazepam. Diazepam, allemaal. Dat zijn benzedrines, geloof ik. En dat is ook uiterst verslavend. Ja. Maar minder slopend dan alcohol toch uiteindelijk is. Maar die heeft mij dus een periode op die Themazepam gezet. En nu krijg ik nog pilletjes oxycodon. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een opiaat. Hey, dat is wat ze in Amerika moeten doen, toch? Ja, oxycodon. Als je het op zijn Amerikaans zegt, dan ken ik het. Oxycodon. Ja. Oké, in Amerika is dat een van de pijnstillers die tot de meeste zware drugsproblemen leidt. Ja. Ja. Want dat zijn prescription drugs, maar die moeten ze dan zelf betalen. En dan is heroïne uiteindelijk goedkoper. Dan gaan ze naar heroïne. Maar ik ben nog niet aan de heroïne. Nee, oké. Nee. Dat is dan voor de volgende podcast. Ja, precies. Het feit dat wij naar jou toe konden komen. Ja. We zijn in Amsterdam, in een steeg. Hallo. Mm-hmm. Okay. Nou, maar je zei ook positieve dingen van alcohol. Ja, bij mij was het ook voor een gedeelte een ontremmer. Dus bijvoorbeeld Mannen van de Radio, wat ik met Hans deed, Hans Theeuwen, improvisaties. Ja. Dat lukte mij goed. Als ik 2 of 3 glazen wijn op had, dan gingen namelijk die deurtjes, associatieve deurtjes, veel makkelijker open dan wanneer ik volledig nuchter was. Ja. Hans had datzelfde. Ik had een fles wijn op tafel staan en Hans had daar zijn jointje liggen. Ja, precies. Waardoor we allebei net een tikje losser waren dan normaal. En dat opgeteld bij ons wederzijdse verbale talent, leverde, ik mag wel zeggen, tijdloze juweeltjes op. Dat mag jij zeggen. Want volgens mij zat je zelfs deze zomer in de humorkanon van de Volkskrant. Juist. Oh yeah. Ja, daar had jij het over in ons voorgesprek. Dat is mij niet bekend. Dus. Maar vertel daar eens over. Ik wilde het opzoeken, maar op internet kom je zo'n paywall tegen. Dan moet je abonnee zijn van de Volkskrant. Ja. Dat ben ik op het moment niet. Dus ik kon het niet terugzoeken om het voor te lezen. Je hebt een soort top 100 gemaakt van de bijzonderste momenten uit cabaret en kleinkunst. En in die top 100 staan ook Mannen van de Radio. Oh, wat leuk. En dat is een bepaald moment? Ja, het is een bepaald moment. En vraag me nu niet welk moment, want dat ben ik vergeten. Ja, volgens mij noemden ze het de 100 beste grappen uit de Nederlandse comedygeschiedenis of zo. Ja. Dus dan hebben ze 1 grap van Mannen van de Radio uit. Ja, nou, maar ook echt zo, want Henk van de Tillaerts van Theo Maas is gewoon als heel nummer daarin gezet. Henk van de Tillaerts. Van Mengvoeders Unitex. Ik wil hem er ook wel eens in flansen, iemand met mascara. Ja, ja, echt. Een gauw ik berf met een snorkel. Ja. Ja. Fijn dat we dit even hebben behandeld. Ik ben benieuwd, want helemaal een stukje terug had je het over. Ja, toen ben ik begonnen met comedy train en de school. En toen ben ik eigenlijk met Hans zo de regisseurswereld ingerold. Mm-hmm. Maar wat is dan concreet de reden waardoor je niet zeg maar voor de schermen bent blijven werken? Of in ieder geval niet
als hoofdding. Ja, nee, inderdaad. Ik had wel in die periode wel een soort ambitie om ook zelf op de planken door te ontwikkelen. Ik merkte alleen in de periode dat ik dus echt met cabaretiers in aanraking kwam, ook na Hans Theeuwen. En met Hans Theeuwen ging ik ook nog vrij vaak in die eerste periode mee naar bijna ieder optreden. Begon langzaam tot mij door te dringen dat ik dat in mijn eentje niet zou trekken. Ja. Een land doorgaan met een technicus en dan avond aan avond hetzelfde verhaal, nieuw leven inblazen. Ja. Dat is iets waar mijn talent niet ligt. En dat vond ik in het begin heel moeilijk te accepteren. Ja. Omdat als iemand naast je wel op die raket de lucht ingaat, dan denk je natuurlijk, en ik dan. Ja, maar je zegt dat is mijn talent niet. Maar nee. heb je dat ook geprobeerd? Ja, natuurlijk. Ik heb 5 jaar bij de Comedy 2 gezeten. Ja, ja. Maar, en dan ja, dat was dan niet toeren met een technicus, maar dat was dan op één... Of ja, nou ja, cafeetjes dus. Ja, cafeetjes. Toch wel. Ja. En Betty Asfalt Complex. En waar hebben we nog een tijd gestaan in... De Engelenbak? Engelenbak. Engelenbak hebben we een tijdje gedaan. Café de Koning of zoiets? Nee. Van die cd weet ik dat. Het is het oude café van Jan Lenferink. Waar, goed, hoe heet dat nou? Café Lenferink? Nee, het heet anders. Maar een ontzettend ballencafé. Maar die vonden dat leuk om ons 1 keer in de week daar te hebben. Ah. En uiteindelijk in 1995 kregen we onze eigen plek. Eerste eigen plek op het Max Euweplein. Maar daarvoor was het dus gewoon steeds met een groepje van 5 mensen of zo ergens naartoe gaan. Een van de buurtcafé in Rotterdam of in Uithoorn of weet ik veel wat. En dan maar hopen dat we beroemd werden. Ik weet dat in dat eerste jaar kwam op een gegeven moment een Amerikaanse crooner, Harry Connick Jr. Ja. Een beetje de jonge Frank Sinatra werd hij genoemd. Met een enorme big band. Die kwam optreden in Nederland in de Stopera. En toen had het impresariaat aan hem gevraagd, hoe doe je dat in Amerika? Nou, had hij gezegd, wij hebben dan altijd een voorprogramma van stand-up comedy. En toen gingen bij de mensen van Mojo, ging iets rinkelen van, er is in Nederland net een groepje gestart die zich stand-up comedy noemt. Dus die schreven ons aan van, kunnen jullie niet een voorprogrammaatje dan verzorgen? Ja. En dat was echt op het allerlaatst, een week voordat dat optreden überhaupt zou plaatsvinden. En dat was uitverkocht. En Raoul Heertje, John Jones en ik waren dan uitverkoren om daar de eerste grote triomfen voor een 1600 man publiek te gaan vieren. Dat pakte anders uit. Ja, in Amerika is dat publiek ook gewend dat er dan comedians komen. En hier dachten ze, wie de fuck zijn die mensen? Ja, precies dat. Niet alleen wie de fuck zijn ze, maar ook wat de fuck is het? Want de meeste mensen wisten niet eens... En dat stond niet aangekondigd. Dus, ook niet. Nee. Dus mensen hadden zoiets van, die hadden echt zin in die big band. En dan kwamen er 3 van die wijsneuzige geventjes op. Die dachten... Terwijl bij ons stond er al voor ogen, dit is de linea recta doorbraak naar Amerika. En wij zijn toen uitgefloten en weggehoomd. Werkelijk waar. Wel alle 3 gespeeld. Maar door volwassen mensen. Echt. Ja, 1600 volwassen mensen die zeiden, mag die microfoon uit, oprotten. Moest je als eerste, tweede of derde? Ik was tweede. En toen was Raoul? Raoul was net geweest. Die was al uitgefloten? Die was al uitgefloten. En toen moest jij nog. Ja, er stond Isha Meijer schreef daar, de toen nog levende Isha Meijer schreef daar de volgende dag over het parool. Na de eerste mislukking kwam er iemand op met een bril die ook dacht dat hij leuk moest doen. Nou, dat slaat wel even de goede moed uit je knieën. Ja. Maar deden jullie dan gewoon door de week in de ochtend zoveel mogelijk werken om dan in de avond dat te kunnen doen? Of haalden jullie wel net genoeg geld dat je allemaal je huur en je eten kon betalen? Nee, niemand kon er toen nog van leven. Nee, precies. Nee, dat is echt pas een beetje gaan draaien toen we onze eigen plek hadden. Ja. Ja. Oké, toen was je dus onder oog gekomen dat jouw talent ergens anders lag. Mm-hmm. Dan ben je het regisseursvak ingerold. Vind jij jezelf een goede regisseur? Kijk, het woord regisseur is bij cabaret natuurlijk altijd een beetje moeilijk. Ja. Kijk, als ik regisseur, dat associeer ik uiteindelijk meer met mensen als Ivo van Hoven. Die kiezen een stuk uit en die zoeken daar de desbetreffende spelers bij. Die voor zijn gevoel optimaal zijn visie op dat stuk kunnen vertolken. Ja. Dus dan gaat het eigenlijk over de visie van de regisseur. Bij cabaret is dat niet aan de hand. Het gaat niet om mijn visie. Het gaat erom dat de visie van die cabaretier zo goed mogelijk naar voren komt. Dus ik vind eigenlijk het woord coaching, wat dat betreft, meer op zijn plek. Maar nou, coaching, als we dus coaching zeggen, bedoel ik ook regie. En als ik regie zeg, bedoel ik coaching. Ja. Terug naar je vraag. Ben ik een goeie?
Ja, ik denk het wel. Oké, waarom ja, ben je goed? Wat moet een goede regisseur of coach bij cabaret dan volgens jou doen? Nou ja, het grappige is dat mensen mij wel eens vragen, heb ik een bepaalde manier van werken? Heb je een bepaalde stijl van werken? Bijvoorbeeld iemand als Ruud Wijsman, die kan zeggen, ik regisseer altijd in een bepaalde toonsoort. Of maatsoort. Ja. Nou, sorry. Veel plezier ermee, meneer Wijsman, maar daar heb ik dus helemaal niks mee. Wat ik volgens mij redelijk goed kan, is mensen het vertrouwen geven dat ze verder kunnen gaan dan ze dachten dat ze konden gaan. Dus toen ik met Hans net begon te werken, kwam natuurlijk regelmatig de vraag bij, dat kun je toch niet maken, dat kun je toch niet doen. Ja, ja. En dan zei ik altijd, ja, natuurlijk kun je dat wel maken, dat wil je toch maken. Ja, nou dan gaan we dat toch maken. Ja. En daardoor heb ik steeds gemerkt dat mensen net altijd een stapje verder komen als ze met mij aan het werk zijn geweest. Nou, niet altijd natuurlijk. Ik ben geen wonderdokter. De ene ligt mij ook meer dan de ander. Maar ja. Volgens mij ben ik daarin een redelijk goede stimulator. En ben ik ook bereid om niet mijn visie per se te laten prevaleren. Dus ik kan ook werken met mensen die niet speciaal mijn gevoel voor humor hebben. Ja, dat was eigenlijk onze vraag ook inderdaad. Ja, is dat? Dat kan. Dat kan wel. Als die ambacht heb je wel. Ja, als ik zie dat iemand het meent en dat laten we zeggen, waarachtig is wat iemand doet, dan hoeft het absoluut niet in mijn stijl te zijn. Nee. Wat is jouw stijl? Ja, dat ligt toch een beetje ergens. Nou, als ik helemaal voor mijzelf moet spreken, mijn gevoel voor humor ligt denk ik ergens tussen licht cynisme en een gevoeligheid voor het menselijk tekort. Dus het tragicomische. Mm-hmm. Ja. En dat kan natuurlijk op allerlei manieren zijn gestalte krijgen. Maar ik ben een groot fan van Peter van Straten, die ons helaas ontvallen is. Dus dat zou eigenlijk mijn stijl zijn. Als ik zelf me zou moeten ontwikkelen tot een performer. Maar ik ben vrij goed in het coachen van mensen zoals Hans Theeuwen, die een beetje de grenzen opzoeken. Ja. Waarom is eigenlijk, dat vraag ik me gewoon af, waarom is dat eigenlijk ooit een beetje gestopt? Wat, tussen Hans en jou? Waarom is dat gestopt? Of is dat gestopt? Ik weet niet. Het is gestopt. We hebben denk ik 7 jaar een soort werkrelatie gehad. We hebben heel veel dingen samen gedaan. Er zijn de eerste 3 programma's. Mannen van de Radio, Poelmo, Slag van het Zuiden. Ook nog natuurlijk. Dat was eigenlijk een soort relatie. En zoals in relaties de 7-year itch geldt. Mm-hmm. Ja. Geldt dat in samenwerking ook. Na een jaar of 5, 6, 7 komt daar sleet op. Ja. Of zijn kleine steentjes in de schoen uitgegroeid tot lastige keien. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. En na 7 jaar was de koek tussen ons op. Ja. Met allerlei rare persoonlijke en infantiele en rare details die verder niet zo moeite waard zijn. Maar het begon te schuren en te botsen en het werd niet meer productief en gezellig. Ja, ja. En toen zijn wij, net als vele relaties, na 7 jaar uit elkaar gegaan. En dat is, ik had op een gegeven moment een interview met een jongen. Er was een rubriek in het Parool. En dan konden lezers zeggen van, ik wil graag een kopje koffie drinken met. Ja. Nou, er was iemand die wou een kopje koffie drinken met mij. Ja. En er zat een fotograaf bij van het Parool. En die jongen vroeg dezelfde vraag. Hoe is het dan misgegaan tussen jou en Hans? Nou, zei ik hetzelfde riedeltje als ik net zei. En ik zei ook, maar zei ik, ik heb wel het idee dat mijn carrière er heel anders uit had gezien als ik niet met Hans had gewerkt. En ik ben heel trots op een aantal dingen die we samen gemaakt zijn, hebben. Toen zei dat meisje, die fotograaf, die zei, zo denkt Hans er precies ook over. Toen bleek dat namelijk de net nieuwe vriendin van Hans te zijn. Ah, okay. Wat ik niet wist. Ja. Ah, ja. Maar dat tekent een beetje ook hoe we er allebei tegenaan kijken. We hebben elkaar, denk ik, allebei meppen naar voren gegeven. Ja, en op een gegeven moment was die samenwerking op. Ja. Ja. En toen ben ik radio bij Rijk gaan maken en Hans is doorgegaan met zijn dingen. En dat is prima. Ja. Maar ja, goed, het is niet dat nu, weet ik veel, geen rancune of zo. Nee, maar we zoeken elkaar ook niet op. Nee. Nee. En dat ja, ik weet niet. Ja, daarom vergelijk ik met een relatie. Hoeveel van je exen zie jij nog regelmatig? Ja, het is de intensiteit niet, inderdaad. Geen raad. Nee. Ja. Ja, goed.
Ja, ja goed, ik denk, ja, ik heb een soort van, nog, misschien nog een kinderlijk verlangen naar, ik wil dat Hans Steeuwen weer een programma maakt met Pieter Bouwman. Dat is wat ik dan, dat is het kindje in mij wat dan nu, ja. Maar die ga ik niet aan het woord laten. Oh wel, heb ik net gedaan. Okay. Ja. we hebben wat voorbereid, maar wij vroegen ons ook gewoon af, zijn er nog dingen die jij de afgelopen tijd hebt... Laat ik het zo zeggen. Zijn er de afgelopen tijd nog dingen geweest die jij... nee, ik moet even goed zeggen. De tijd. Oh ja, de eerste beaches worden opengemaakt. Ook alcoholvrije beaches. Alcoholvrije beaches, dames en heren, alcoholvrije beaches. Voor ons niet, man. Voor ons niet. Ik zal het even aan de camera laten zien ook. 0,0. Precies, kun je niet zeggen dat we het niet gedaan hebben. Voor de anderen niet, de gestopte drinkers onder u. Op zoek naastig naar drankjes die dat een beetje kunnen compenseren. Dit is goed binnen te houden. In tegenstelling tot normaal de poging voor alcoholvrij pils, wat ik niet te zuipen vind. Dit is goed te doen. Bavaria 0,0 wit. Nou, kijk dat, doe er uw voordeel mee. Wat een klein geld kunnen krijgen. Voor eventueel de marketingmensen van Bavaria 0,0 wit die nu denken wat aardig dat het genoemd wordt. U kunt storten op rekening. Ja, maar denk er eens over na. Want bijvoorbeeld zo'n microfoon is best wel duur. Ja. En we willen Pieter ook graag wat reiskostenvergoeding geven. Dus het zou bijvoorbeeld heel leuk zijn als Bavaria nu een ludieke actie opzet om ons bijvoorbeeld 10.000 euro over te maken. Ja, het zou er, dan worden zou wij blij van, wordt Pieter blij van. En jullie kunnen dan de belasting aftrekken. Exact. Precies. Waar waren we? Waar waren wij hadden... We hadden wat dingetjes opgeschreven. Maar de laatste... Want we hadden een soort gesprek van Matthias en ik. Van ja, waar gaan we het dan over hebben? En en wat is de laatste tijd aan de hand en zo? En moeten we dan het hebben over... Hoe zeg je dat? Dingen, actualiteiten en zo. Dat vonden we een beetje... Maar wij vonden het wel leuk om jou de vraag te stellen. Wat heeft jou de afgelopen maanden getroost? Getroost? Ja. In deze heftige tijd van... En agressie denk, en boosheid. Naar aanleiding van de inleiding dat het ook nog een betere vraag is geworden. Want jij hebt in het begin ook al het woord troosten gebruikt. Voor een soort wereldconditie dat je zegt, nou ja, voor mij... had je het toen over kunst? Of nee, je had het over Schopenhauer. Ja. Dat doordat hij juist zegt, van nou, het ergste moet nog komen. Ja. Dat jou niet pessimistisch stemt, maar juist troost. Juist. Zijn er van dat soort dingen de laatste tijd? Nou, dat is inderdaad wel een vraag die... moeilijk te beantwoorden is in het licht van de afgelopen maanden. Vind ik echt. Ja. Ik vind wat er in Amerika... Ik bedoel, los van de hele brandhaard die het Midden-Oosten heet... Ja. Nog even daar gelaten. Maar wat er in het machtigste land ter wereld gebeurt... waarin een soort omhooggevallen chageraar... met de smaak van een zigeunerkoning... en het waarheidsgehalte van Tita Tovenaar... dat die verkozen kan worden door mensen die aan de onderkant bij wijze van spreken staan van de ladder, die dan stemmen op een man die aantoonbaar de zaak belazerd heeft, zijn belastingen niet betaalt en er trots op is. Ja, en die mensen ook niet verder gaat helpen. Die mensen totaal niet verder gaat helpen. Terwijl juist die mensen dat wel denken. Het zijn de eerste mensen die door zakenlieden als Trump genaaid worden. Ja. Die het zo hebben weten te draaien dat we de machtigste man van de wereld van hebben gemaakt. Ja, daar word je niet vrolijk van. Maar goed, daar vroeg je niet naar waar ik niet vrolijk van werd. Ik vind het ook grappig dat je hierover begint. Want we hadden deze vraag dus ook gesteld aan Andries. Die was op onze eerste podcast. En ik weet niet meer wat precies de vraag was. Maar hadden we hem toen niet gevraagd wat hem irriteerde of ergerde? Nou, of wat heeft jou hij kwam met exact hetzelfde ook in elk geval. Dat hij echt verdrietig, echt oprecht verdriet voelde. En ontzagwekkend heeft gekeken. Ontzagwekkend, is dat een woord? Weet ik niet. Ja. Naar de uitslag van de verkiezingen. Ja. En dat kwam volgens mij met Jury ook nog even langs, inderdaad. Dat is toch wel toch wel een ding. Ja. Waar ik merk, als je met iets over hebt, als je aan iemand vraagt, kennelijk, wat heeft de afgelopen tijd een beetje, dat toch iedereen zit van. Ja. Trumpje de pumpje. Maar daarom... dan hebben we dus allerlei troost nodig. Ja, dat is... wat heeft mij nou daar... Ik vind dat echt een lastige vraag van de afgelopen tijd. Misschien wel niks, dat kan ook. Nee, inderdaad. Maar misschien heeft dat ook wat te maken met dat ik... in zekere zin zelf ook in het gevecht ben geweest de afgelopen tijd hiermee. Ja. Ja. Dat ik in die zin had geaccepteerd dat er in dit jaar voor mij nu nog niet zoveel troost zou zitten. Maar meer een gewenning aan een leven zonder koning alcohol.
Nee, ik heb niet zoveel troost kunnen putten eigenlijk. Jeetje, moet ik even nadenken hoor. Nou ja, kijk. Helemaal oké. Het is ook misschien, is dat dan niet? Dat is misschien ook gewoon zo. Nee, ja, kijk, wat dan troosten kan zijn, maar dat is eigenlijk ook al bijna weer een vlucht. Als ik bij wijze van spreken op tv of anderszins een leuke serie ontdek die ik kan binge kijken. Ja. Dan kan ik, maar dat is dus ook een soort vluchtgedrag. Om dat te zeggen, echt troost of iets wat je nou dan toch nog bemoedigend is. Dat is heel dun gezaaid, vind ik, de afgelopen tijd. Ja. En dan gaat Peter van Straten ook nog dood. Ja. Dat wist ik trouwens niet. Peter van Straten, heel even voor mijn domme hoofdje. Dat is de tekenaar van onder andere de kalenders, maar ook de... Hè? Van de bescheurkalenders. Ja, precies. Oh, die is wanneer? Die is niet onlangs, 2 weken geleden. Oh, dat wist ik niet. Ja. Die met zo'n pen die, als die iets zwart moet maken, dan doet die streepje voor streepje het zwart maken. Dat wist ik niet, maar die is dus overleden. Dat was een kameraad van jou? Of? Nee, dat is gewoon een cartoonist die ik mateloos bewonder. Die tekeningen kan maken zoals een dikke vrouw die naakt voor een spiegel staat en dan zegt: arme Harry. Ja. Of 2 mensen die langs in een bulderende herfststorm over de rand van het strand lopen. En die vrouw die schreeuwt tegen die man: ik zeg, ik wil van je af! Het zijn allemaal hele kleine momentjes uit het dagelijks leven. Waarbij je als het ware zit tussen de glimlach en soms schaterlach. En een oh wat erg. Ja. In. Ja, het zijn allemaal falende mensen waarvan allemaal. Je toch denkt, ze zijn toch door elkaar veroordeeld. Het gaat ook niet beter worden. Nee, het gaat niet beter worden. Nee. Nou, en daar dan om lachen bij andere mensen, dat geeft troost. Dat geeft troost. Ja. Ik heb hier nog een vraag staan, die hoort hier niet per se bij. Maar ik zit nu te denken, misschien hoort hier juist wel heel erg bij. Mm. Je hebt namelijk 1 keer iets gezegd over Bruce Springsteen. Ja. Ja, over troost gesproken. Ja, nou zeker, over troost gesproken. En het was ook, wat dat betreft, heel erg, vond ik dat. Ik ben op 10 juni geholpen. En toen hebben ze dus die kraan in mijn buik geplaatst en dat in een tijl laten lopen van 10 liter. Maar 5 dagen daarna trad Springsteen op in Den Haag, op het Malieveld. Ja. En daar had ik kaartjes voor. Ja. Alleen door die ingreep en door mijn ook fysiek gewoon de weg eventjes kwijt, kon ik daar niet naartoe. Daar heb ik om zitten janken. Ja, echt waar? Ja. Ja. Wow, dat is Springsteen echt. Is iemand die brengt mij bijna het dichtst bij een religieuze ervaring als ik maar kan komen. Oké. Okay. En dat heeft niks te maken met muzikale vernieuwing of wat dan ook. Maar die man die slingert zich per optreden 3 uur helemaal leeg voor een publiek. Met dampende rockers, terwijl zijn teksten zijn allemaal geen vrolijke verhaaltjes. Nee. Maar hij kleedt het in en brengt het met zo'n overgave dat... Ik heb ook wel eens middelen geslikt als ecstasy. En ik ken ook de keren dat het goed is gevallen, dat een euforische ervaring kan zijn. Maar ik heb wel ook de ervaring dat de dag daarna een bepaalde terugslag daarvan komt. Mm-hmm. Bij Springsteen loop ik dan nog een week lang... Op een roze wolk door van het is allemaal niet zo slecht als het lijkt. Ja. Oh, ja. Wauw. Oké. Okay. Maar dan kon ik dus Bruce Springsteen, als je die niet live hebt gezien in je leven, dan ben je een dief van je eigen... Oh, maar dan moeten we op gaan schieten, want die is ondertussen ook al... 65. Maar die kan gewoon door tot z'n 80. Die gaat dan waarschijnlijk gewoon door tot z'n 80. Nou ja, voorlopig in ieder geval. Dat optreden in Den Haag was ook weer 3 uur. 3 uur lang. En bij 65, hè? Gewoon 3 uur. En dan ook gaan met de bedrijf. Ja, wauw. Oh, wauw. Maar dan, goed, dan hoop ik dat hij nog eens terugkomt. Ja, zeker. Nee, Maar goed, ik dus daar wel naartoe geweest, dan had ik dat moment genoemd als... Het troostmoment van... Ja. Ik weet niet, want misschien... Want je bent ook wel weer aan het werk ook wat meer met wie ben je nu een beetje bezig? Als je dat mag zeggen, ik weet niet. Ja, met Sjors van Houts ben ik bezig aan zijn eerste solo voorstelling. En ik heb net afgesloten periode met Patrick Nedekoor en Thijs van der Meeberg. Oh ja, die is in première gegaan niet zo lang geleden. Ja, zijn alle twee in première gegaan. Tweede programma van Patrick ook dus. Dus vierde ook of derde? Was vierde al? Nee, we beschouwen het als zijn tweede. Oh, okay. Ja, hij heeft meerdere gemaakt, maar officieel was de eerste Code Rood en nu het komt precies. Heel dichtbij. Ja, precies. Ja. En ik heb die alle twee
gedaan. En eerst in de Volkskrant met 4 sterretjes. Oh, toch? Bam. Bam. Ja. Maar is dat dan ook niet? Ja, misschien is dat na al die jaren al lang niet meer. Nee, als je leuk aan het werk bent en je maakt met z'n tweeën iets moois, dat is altijd troostend. Ja, en leuk en blij. Maar dat is ook waarom zeg maar, zeggen nuchtere uren zonder iets leuks te doen te hebben zo verschrikkelijk zijn. Ja. En daarom is iedereen dus ook naastig op zoek naar leuke dingen. En wordt Facebook volgeplemd met foto's van mensen. Momenten van mensen waarop het dan zogenaamd leuk is. Ja, ja, ja. Maar ik schaar die niet in eerste instantie onder mijn troostmomenten. Dat zijn wel de dingen die natuurlijk nodig zijn om te overleven. Maar bij troostmomenten denk ik eerder aan zoiets als een concert van Springsteen. Ja. Of een boek wat ik heb gelezen of weet ik veel wat. Ja. En maar daar een boek of wat dan ook dat op kan tegen het ja realistisch pessimisme noem ik het maar over hoe de wereld ervoor staat. Dat is de afgelopen tijd niet voorbij gekomen echt. Nou. Ik zou het graag anders zeggen. Zullen je zo terugbrengen naar het station. Sluiten deze. De trein naar Amsterdam komt van rechts. Ja. Nee, wat ik nog afvroeg. Als je zo'n recensie krijgt van 4 sterren, voel jij dan ook de erkenning voor jou? Of heb je dan zoiets, nee, dat is puur het programma en de cabaretier? Of voel je dan ook dat je denkt, oh, dat is ook, daar zit mijn werk in? Jawel. Ja. Maar niet in de zin van, ik weet niet of, laten we zeggen, niet mensen die niet in het vak zitten, of die zouden herkennen of ik een regisseur was van een voorstelling of niet. Ah ja. Ik denk wel dat de mensen die wel wat van het vak weten en dat volgen, dat die kunnen zien waar mijn hand is geweest in de groei van iemand. Ja. Maar ik zou het heel erg vinden als mensen naar een voorstelling van wijze van spreken van jou gingen, die door mij was geregisseerd, en dan de hele tijd zeggen, oh, dat is een Pieter Bouwman momentje. Oh, dat is een Pieter Bouwman momentje. Ja. Dan ben ik niet goed bezig geweest. Ja. Nee. Dus op het moment dat gelukt is en geslaagd is, dan is de eer voor mij ook voornamelijk ligt bij degene die dan daarmee het land door moet. Snap je? Ik haal mijn voldoening wel uit zo'n recensie. En denk ik, fijn dat het gelukt is. Ja. En daar heb ik mijn aandeel in gehad. Maar het gaat er mij, nou ja, zo beantwoord ik de vraag dan even. Het gaat er mij niet om dat mensen na het zien van de voorstelling denken, dat is Pieter Bouwman. Dan is er iets niet goed. En dat is ook dus wat je eerder al zei, het grote verschil tussen een regisseur van cabaretcoach of een toneelregisseur van dat veel meer is inderdaad. Van, dit is een duidelijke... Dan zou het juist over de regie moeten gaan in de zin van meneer Van Hoven heeft, of meneer Bouwman in dit geval, heeft zijn visie op het stuk op allerbelabberlijkste wijze vormgegeven. Of, terwijl nu gaat die recensie ook in de hoofdzaak over, zegt Patrick krijgt 4 sterren. Wat degene die voorstelling beoordeelt ziet, is gewoon Patrick met zijn verhaal. Ja. En daar gaan in principe de 4 sterren naartoe. Ja, ja. Ja. Dat ik daar mijn aandeel in heb gehad, dat prima. Dat staat ook dan meestal wel bij regie. Ja. Terwijl dat is, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat wel niet zozeer dat ik dat is echt een Pieter Bouwman of weet ik veel, maar dat ik wel kan genieten soms van een cabaretier of een stuk of zo, dat ik denk dat je heel duidelijk een soort regie moment ziet, dat je wel ziet, dat is een geregisseerd moment, maar het wordt wel zo goed dat ik denk, dat is een goed geregisseerd stuk, maar het wordt ook goed opgepakt, het valt daar mooi bij elkaar. Er zijn wel momenten die ik heel toevallig, ik was laatst bij de presentaties van de Koningstheateracademie, dat ik Maanke zag. Ja. En volgens mij heb jij die precies, dat ik toen aan de vroeg nog van, want ik vond dat ze heel erg gegroeid. Ik had haar helemaal niet gezien. Mm-hmm. Ik zei van, je bent heel gegroeid. Met wie heb je gewerkt? Nee. Toen heb ik met Pieter gewerkt. Toen dacht ik, nee, dat, ik denk dat dat wel klopt. Ja, dus dat viel me toen op. Het is grappig dat je daarom zegt, moest gaan denken. En wat ik nog dacht, kun jij ook loslaten? Als je dan iemand geregisseerd hebt, je bent weken bezig geweest om een puntje op de i. En dan is zo'n première. Ja. Zit je dan lekker ontspannen in de zaal? Of ben je dan peentje aan het zweten? Nou, peentje zweten is misschien een groot woord, maar ik... Ja, mij begint de zenuwen, ook omdat ik dan niks meer kan doen aan alles wat er gebeurt, is inderdaad tijdens de première. En stel, iemand heeft zijn avond niet, dat kan, hè? Ja. Een première is natuurlijk een beetje een kutding. Het is gewoon een momentopname. Het is een momentopname en er wordt naartoe geleefd en er wordt naartoe gewerkt. En er is er één aan. Eigenlijk zou je
zou een recensent 2 of 3 keer moeten komen kijken. Ja. 1 keer in de try-out fase, 1 keer rond wat dan de première datum heet, en dan nog eens een maand daarna. En dan zeggen wat het echt waard is. Ja. Maar als iemand dus toevallig die première avond de mist ingaat of opeens een stuk overslaat, ja, dan zit ik in de zaal echt kapot te gaan. Matthias? Of als iemand bij zijn afstuderen gewoon een stuk tekst vergeten en 2 minuten op podium stil is. Dat, dan is dat voor de gaat weer een jaar van mijn leven af. Ja, ja, ja. En ik ben al bezig om dat leven zo kort mogelijk te maken met kettingroken en... En voor de luisteraars, voor de mensen die niet bij de afstuderen van Matthias waren. Er zijn heel veel mensen. Matthias, die was het even kwijt, hè? Ik was de coach. Ik was de coach. De coach. Pieter was mijn coach. En daardoor was ik zo eigenlijk in de war. Dat ik gewoon opkwam. Nou, maar het begin ging volgens mij wel lekker. En toen na 3 minuten dacht ik, wat kom ik hier doen? Ja, ik wist gewoon echt even niet. Maar ik was het gewoon helemaal kwijt. Ik moet je heel eerlijk zeggen, dat ik zat in de zaal. En het was een moment. En ik dacht... wat ik wel echt goed vond, dat is het petje af. Ik zou het niet... Ik had al veel eerder het gecalled. In de zin dat ik had gezegd, sorry, ik ben het even kwijt. Ik had veel eerder die spanning al weggehaald. Dat ik daarin, want ik wat ik wel tof vond, dat jij bleef... Jij was gewoon volgens mij een volle 30 seconden stil. Ja. En keek jij een beetje... Nou ja, de ruimte rond. Het had de bedoeling kunnen zijn. Als het denk ik 10 seconden minder lang had geduurd, had ik gedacht dat het erbij had gehoord. Ja. Pas de laatste 10 seconden dacht ik, oh, hij is hem kwijt. Oh, daarom is hij zo kwijt. En dan ben jij nog, laten we zeggen, een kijker met een beroepsdeformatie. Maar ik denk dat heel veel gewone mensen in de zaal denken dat het erbij hoort. En dan hoogstens zeggen, nou, ik vond dat niet zo'n gelukkige keuze om die stilte daar zo lang te maken. In het begin van de voorstelling al dan heeft hij nog helemaal niet zoveel betekenis. Maar het publiek gaat natuurlijk altijd vanuit dat alles zo de bedoeling is. Ja. Ja, weet je, ik vergat het en ik dacht gewoon... Het is heel lelijk om dat gelijk toe te geven. Dus ik maakte een soort, keuze. Ik heb er niet lang over nagedacht. Ik dacht, Meisner acteurstraining. Een acteur moet een handeling hebben. Dus ik ging zo... handeling hebben. Dus ik ging een beetje rondlopen en zo. Terwijl ik ondertussen wel aan het denken was... Wat kwam hier nou? Ik heb dit gezegd. Dus ik bleef wel bezig. Ik denk dat het belangrijkste is. Echt wel echt heel knap. Want ik weet van dat je tijdens je afstuderen... Wat toch in jouw hoofd... In mijn hoofd was dat veel groter dan voor alle andere mensen daar. Uh-huh. Dus het moment waar je 4 jaar naartoe hebt geleefd. En ik weet nog van mijn afstuderen dat ik heel blij was dat we alles heel vaak hadden gedaan. Dat ik het bij wijze van spreken op de automatie. Ik was achteraf blij dat ik niet alleen op de automatische piloot heb gespeeld. Maar dat ik in principe op de automatische piloot kon spelen. Ah, ja. Dat ik het nooit kwijt kon raken. Ja, maar dat scheelt als je dat kan. Want ik ben dan weer zo'n debiel die gewoon tot de laatste week allemaal dingen moet veranderen. Anders klopt het niet. Ja, nee. Dus dan, ik kom nooit... Het is waarschijnlijk een soort angst om gewoon op een gegeven moment te zeggen... Nu staat het vast, dan ga ik het goed spelen. Maar ik blijf altijd nog zo rommelen en dan... Maar dat is ook een soort... Ik denk dat bij sommige mensen een soort zelfverdedigingsmechanisme... Ja. Waardoor als het dan misgaat, ze ook kunnen... Kijk, Frank Sinatra... Ja. Het is het mooiste voorbeeld. Frank Sinatra werd op een gegeven moment gevraagd voor filmrollen... En dat wilde hij ook verschrikkelijk graag. Ja. Maar hij leerde nooit de tekst uit zijn kop van zijn rol. Ja. En op de vraag waarom, zei hij... Nou, kijk, als het dan goed gaat, kan ik zeggen... En ik had niet eens mijn tekst geleerd. En als het niet goed ging, dan kan ik altijd zeggen... Ja, ik had mijn tekst ook niet goed geleerd. Dit is echt waar? Ja. Oh, ik heb net van een... Letterlijk dit heeft laatst een comedian die ik heb gekeken gezegd... Van, dat zegt, ik bereid niet voor, want als ik voorbereid en ik rip dit... Dan kan ik zeggen, ik heb niet voorbereid. Als ik het verneuk, ben ik voorbereid. Ja. Nou, goed, dat is dus de les van Frank Sinatra. Oh, wauw. Oké, dat is grappig. Maar speelde die de grap ook goed? Nou ja, ik dacht, wat een interessante gedachte van die cabaretier. En nu denk ik, hij heeft gewoon naar Frank Sinatra geluisterd. Ja, ook goed. Maar wat wilde je zeggen? Want ik had bij jou toen op dat moment echt even... Moet ik nu het woord roepen wat je weer... In de rails... was ook nu. En ik weet dat ik dat niet moet doen... Ik heb ooit vroeger een keer gedaan en dat wordt door niemand gewaardeerd. Nee. Dus ik moet je dan ook, jouw stervensproces moet ik dan ook gewoon en ik weet gewoon, zeker dat je aan het sterven bent. Gewoon kijken en niks doen. Ik ben de enige in de zaal die dan weet dat jij ook aan het kapot gaan bent. Ja. Ik dacht wel, als het me niet meer te binnen schiet, loop ik af. Ga ik in mijn tas kijken of ik tekst bij me heb. Dat dacht ik ook nog. Ik dacht, ik ga niet aan het publiek vragen waar ik ben. Weet je? Ik wist gewoon echt niet. Ik was echt aan het denken, ik heb dit gezegd. Ik moet zo daar naartoe. Welk stuk mis ik nou?
Ik heb gewoon... gewoon een blackout, letterlijk. Ja, maar even ik had een al, stukje kwijt. Weet je, de dag daarvoor het ook weer 3 keer zo helemaal doorgesproken en opgenomen. En dan geluisterd tijdens het boodschappen doen. En weet je, gewoon... En dan, maar gewoon echt niet meer weten. Dat is best wel eng. Dat ik ja, maar duizend het is echt, doden. Ja, nou ja, duizend doden. Uiteindelijk... Dus ik vind het jammer, Pieter, dat je een jaar eerder doodgaat. Ja. Daardoor. Maar bij dat mij zijn er echt wel 5 jaar doorheen gejaagd. In 36 seconden volgens mij. Ik heb net teruggekeken. Ja, 36 seconden? Ja, maar echt lang. Het, echt voelde, lang. 36, het voelde langer voor mij. Ik dacht, echt lang. Maar 36 seconden probeer. Zullen we nu 36 seconden stil zijn? Dat is lang hoor. Dan kunnen we gaan roken. Ja, wij gaan even 36, dames en heren, wij gaan even 36 oh, seconden. Oh, we gaan even 36 seconden roken. Dan, dan zijn we wel weer terug. We doen wel iets met het... Met ja, dat zien ze vanzelf wel. We zien het wel. We zijn zo terug. We gaan even roken. Yes. We hadden het net even ook over stand-up comedy en zo. Dat, hè, jij bent wel een van de eerste comedians van Comedy Train. Ja, nummer 7. Nummer 7. Oh, echt? Wat? Oh, nummer 1 tot met 6? Kun je die noemen? Raoul, John Jones, Arthur Umgrove, Owen Schumacher, Theo, John Jones... En ik ben dan 7. Je hebt nu Tom Jones 2 keer. Ja. Oh, wacht even. Dus met Hans vergeten John Jones. Mij. Zat Hans erbij toen ik erbij kwam? Nee, nog niet. Hans is na mij erbij gekomen. Bas Greveling. Bas Greveling. Ah, ja. Oké. Okay. Grappig dat van deze mensen... Ken bijna ik er niet niemand veel. Meer... Ja, ik bedoel John Jones. Ik ken de namen wel. Ja. Maar Arthur Umgrove, die... Nee, die is op een gegeven moment gestopt en die is gaan schrijven. Ja. John Jones was John Jones, hij had zo'n comedy-serie gebaseerd op de Engelse Upstairs Down. Nee, niet Upstairs Downstairs. Hoe heet dat nou? Nou ja, goed, een remake van een Engelse comedy-serie waar hij in zat. Bas, die doet nog wel van alles, maar met name met oud-Hollandse liedjes met zijn broer. Ja. En af en toe doet hij nog MC, maar dat is, ja, is en blijft een ongelijk projectiel. Ja. Wat Raoul aan het doen is op dit moment, weet ik niet. Is hij een beetje gestopt met comedy? Ja. Nou, er is een soort crisis geweest in de comedy train. Wat eigenlijk wel heel sneu is. Want Raoul heeft het opgericht. Maar tijdens een ledenvergadering... Nadat er een aantal dingen waren misgegaan. Ook op financieel gebied en weet ik allemaal wat. Ja. Besloten wij als comedians in een vergadering waar Raoul niet bij was... dat het misschien toch handiger was als Raoul niet meer... als artistiek leider of überhaupt hoofd van het hele circus... zou hoeven optreden, zodat hij zich meer op het comedy gedeelte kon richten. En dat heeft hij zo beledigend opgevat... dat hij zich helemaal heeft gedistanceerd van zijn eigen kindje. Dus dat is eigenlijk heel sneu. Het is eigenlijk spijtig. Ja, ja. Nou ja, Owen Schumacher is natuurlijk bij Koef Noem terechtgekomen. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja en, want, en jij, ondertussen is... Matthias. En Theo is natuurlijk... ja, en... Theo Maas is natuurlijk goed doorgebroken. Ja, ja, die is goed doorgebroken. Maar die, is niet, want die, maar die speelt ook nog wel regelmatig. Ja, ja. Volgens mij bij... Ik kan mij voorstellen... Mm-hmm. Dat jij ook soms... wel eens denkt... Nou goed, laat ik het zo zeggen. Comedy Train, ik vind het zelf een heel... Dat concept... Mm-hmm. Vind ik steengoed. Ook omdat als je daarbij zit... Dan heb je, zeker ook als je in Amsterdam woont... Heb je gewoon de plek waarvan je... Daar kun je heen fietsen. Ja. En zeggen, hey, ik heb even 5 minuten bedacht. Ik wil het even doen, weet je wel. Dat ja. Het is voor hemel voor als je wat wilt uitproberen. Eventjes. Ja. Zo. Ik kan me bijna niet voorstellen dat... Ja goed, jij maakt er niet echt gebruik van. Nee. Is dat gewoon echt puur gewoon omdat de ambitie er niet ligt? Ja, de ambitie ligt er niet gewoon meer. Echt nul gewoon. Nee. Nou, ik heb een tijdje nog de afgelopen jaren daar af en toe opgetreden. Maar dan niet echt stand-up. En dan las ik eigenlijk vrij gorddroog zinnetjes voor. Ja. De zinnetjes die ik ook op Twitter zet. En dat werkte altijd heel leuk. Maar toch vonden ze dat blijkbaar niet meer in het concept passen. En dat vind ik heel jammer. Omdat het gevaar ook van die plek is dat alles een beetje op elkaar gaat lijken. Ja. En de grapdwang, zoals ik dat noem, zo groot is. Ja. Dat het meer gaat over wie scoort er het meest dan over wie ontwikkelt zich nou het meest bijzonder. Ja, en dat werk je ook een beetje in de hand door dat hele aspirantengedoe. Ja. Even voor de luisteraars, je hebt een soort... als je bij de comedy train wilt, dan kun je niet auditie doen... maar je moet dan een paar keer gespeeld hebben. Dan word je gevraagd voor een auditie. En als je aangenomen wordt, dan word je aspirant lid. Ja. En mocht je dan na een tijd kun je dan of nog wat langer door als aspirant lid... of ze zeggen, je mag blijven en dan ben je vaste comedian van comedy train. Ja.
Of je oprotten. Of inderdaad opgesodemieterd. Ja. Wat ook wel gewoon regelmatig gebeurt. Ja, zeker. Maar ja, ik kan me ook voorstellen, zeker als aspirantlid daar, dat je kijkt ook op natuurlijk tegen ja. de mensen die daar zijn. En dat je ook wel het idee hebt van, ik moet gewoon elke avond zoveel mogelijk bam, 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 bam. Want daar is het moeilijkst om heen te komen, ook ja, voor de rest. Zodat ik maar ja. erbij zit. Ja. Ja. Dus het is, aan de ene kant heb je op de korte termijn dan wel iets heel tofs in handen voor de betalende bierdrinker die denkt, ah, lekker grappen vanavond. Maar voor het proces is het misschien wat minder. Ja, ja. Ah, ja, nee, kijk, wat stand-up is in die zin ook wat anders dan cabaret maken of avondvullende voorstellingen maken. Het gaat altijd over spanningsboogjes van 12 minuten of een kwartier. Ja. Waarin je ja, zoveel mogelijk moet scoren. Dat is gewoon de code. Maar ik vind vaak mensen die niet per se met scoren bezig zijn, maar met het ontwikkelen van een eigen stijl veel interessanter. Ja, ja. Het begint vaak. Nou, komen die mensen natuurlijk uiteindelijk allemaal toch wel bovendrijven. En blijkt die comedy train ook wel een hele goede leerschool toch gewoon te zijn om kilometers te maken. En, ja. En de echt talentvolle mensen ontwikkelen zich dan toch wel door naar een solo carrière. Maar dat is ook natuurlijk wat iedereen stiekem allemaal ambieert die erbij komt. Ja. Maar er komen ook mensen vandaan van ik denk ja. En die hebben dan ook een solo-programma, maar dan denk ik, binnen aanbod mag het van mij weg. Ja, ja. Ja, er is te veel. Er is te veel. Laten we daarop houden. Ja. Ja. Nou, ja, goed, omdat er zijn natuurlijk niet, ik weet niet waar ik ging met deze zin. Wat wil ik zeggen? Oh ja, nee, dat comedy train dus niet een, volgens jou dus niet per se, ja, dat heeft doorgezet. Het heeft dus niet dat, want ik, als ik zo terugkijk naar de vroegere tijden mm-hmm. en zo, hè, dan was het er veel meer dat de comedy train meer als een tool werd gebruikt om misschien te komen bij een theaterprogramma. Ja. Maar ook, je hoort al, de eerste mensen van het eerste uur zijn eigenlijk allemaal andere dingen gaan doen. Uh-huh. Terwijl nu meer de mensen die daar naartoe gaan en dat daar willen zijn, ook gewoon comedian willen zijn. Ja, ja, ja. En dat is wel echt een verschil. Ja. En ook met, want dat was het ook nog. Want je hebt natuurlijk, Raul Hirsch was artistiek leider. Uh-huh. En daarna was het Jan-Jaap van der Wal volgens mij. Die is ondertussen ook vertrokken. Ja. Er is nu geen kapitein van het schip. Nee. Dat lijkt mij toch nodig. Ja. Ik weet niet hoe ver jij daar iets van af weet. Ja, goed, maar het zou mooi zijn als er zo iemand was. Maar het is heel lastig om dat iemand te laten zijn uit de geledingen van de comedian zelf. Ja. Ja. Kijk, in de periode dat Raoul dat was, ging hij zelf ook steeds minder optreden. En Jan-Jaap had er eigenlijk ook last van. Omdat er. En er is ook een soort contradictie in terminus. Je wil dat iedereen zich persoonlijk ontwikkelt en daarin het liefst zijn eigen stijl, zodat dingen zich onderscheiden van elkaar. Maar als je dan een van de comedians benoemt als artistiek leider, dan wordt het heel moeilijk om volgens mij als artistiek leider is het heel moeilijk om daarnaast ook nog gewoon nog zelf comedian actief te zijn. Ja. En dus is er nou een andere constructie, dat er meer ledenvergaderingen zijn en meer inspraak. En, maar ook, kijk, toen wij net begonnen, was het echt na een optreden anderhalf uur of twee uur met elkaar nabespreken en evalueren. En, ja. En dat is in de loop der tijd ook minder geworden. Ja. En dat vind ik wel jammer daaraan. Ja. Maar goed, ook nu komen er nog steeds mensen uit voort als Daniel Arends. Of nou, Wiegand Bertheimer is natuurlijk ook een goed voorbeeld van iemand die zijn totaal eigen stijl heeft ontwikkeld. Ja. Harry van Loon, idem dito. Al Wiegand Bertheimer moet ik wel zeggen dat ik zag laatst op televisie zijn laatste programma voor zichzelf. Die vond ik echt heel, heel tof. Beter dan zijn vorige met, wat was het? Dat was Voor Je Het Weet. Ja. Was het, ik vond deze heel erg tof. Ik had hem ook in het theater gezien, ik zag hem op tv. Maar dat ik ook dacht van, hey, hij is dus wel comedian van Comedy Train. Maar die moet dan op de korte bal in die voorstelling, dat is nooit. Hij heeft het is allemaal, alle stukken. Hij heeft misschien in de hele voorstelling van anderhalf uur heeft hij misschien maar 5 stukken of zo. Maar die duren allemaal lang. Uh-huh. Dat ik me afvroeg van hoe try-out hij dan, als hij dat überhaupt doet. Hij heeft natuurlijk ook gewoon zijn try-outs in het theater waar hij ook gewoon uitbetaald of uitverkocht knalt. Maar
Die lange stukken in Comedy Train, dat is volgens mij bijna niet te doen. Zeker niet ook als mensen lekker... De sfeer is niet, we gaan naar Micha Wertheim kijken. We gaan naar stand-up comedy kijken. Ja. Biertje, hamburgertje. Ja. En nu gaat Micha Wertheim. Micha Wertheim, een half uur try-outen waarin hij van een half uur 5 minuten stil is. Ja. Wat in een voorstelling van een half uur heel mooi is, maar voor 20 minuutjes. Ja. Maar daarmee is volgens mij zijn stijl ook veranderd. Want op YouTube heb je het filmpje Micha Wertheim voor specialisten. Het stuk over kanker in het ziekenhuis. Ja. In Toemler dat is opgenomen. In Toemler opgenomen. Ja. En dat is 35 minuten of zo, of 30 minuten. Ja. Er zitten heel veel grappen in. En van alles wat ik van hem gezien heb, is dat het minst conceptueel iets zeggends over theater of cabaret of de verhouding cabaret-publiek. Daarin gaat het echt over, maar als je een ziekte hebt, wat is er dan aan de hand? Dus heel erg over het onderwerp waar je het over hebt, gaat het over. Ja. Terwijl die daarna steeds meer cabaret en je kunt je afvragen of het helemaal cabaret is of eigenlijk iets tussen cabaret en theater in. Het is steeds meer ook gaan zeggen over het genre waarin hij zich begeeft. Maar doet hij dat wel eens? Try-out hij in toe? Ja, hij try-out toch wel. Doet hij dan? Zo'n stukje als over zijn ziekte. Daar is heel makkelijk 10, 12 minuten uit te halen, wat op zich dan prima staat. Maar dat hij kiest dan uit die, laten we zeggen, als een voorstelling bestaat uit 5 blokken of zoiets dergelijks. Ja. Dan test hij delen van die blokken wel uit in Toemler. Puur op de grappen werken, ja of nee. Maar daarnaast heeft hij zich veel meer ontwikkeld als iemand die kijkt hoe ver hij kan gaan met de vorm theater, cabaret. En dat zijn laatste voorstelling is natuurlijk weer een ultiem voorbeeld van, ergens anders. Ja. Want daar hadden we het net tijdens het ook eventjes over. Ik heb zowel de voorstelling niet gezien. Nee. Vertel mij eens eventjes. Wat gebeurde daar? Ik heb de voorstelling ook niet gezien. Ik heb inmiddels wel... Maar hij heet ergens anders. En dat is letterlijk zo uitgevoerd. Hij is er namelijk niet. Ja. De hele voorstelling. Dus de mensen moeten zelf aan de hand van dingen, die geluidsbanden die afspelen, geloof ik. En moeten de mensen eigenlijk zelf die voorstelling min of meer maken. Ja. En de volgende voorstelling gaat heten iemand anders. Dus dan is hij waarschijnlijk ook niet zelf op het podium. Maar ik ben wel heel benieuwd naar de ontwikkeling dan naar die voorstelling. Ja. Want wat je zei over de vorige 2 voorstellingen, dat je de laatste wel weer tof vond en die daarvoor minder. Ik heb het idee dat die 2 voorstellingen juist heel erg op elkaar lijken eigenlijk. In dat die een beetje tegen de grenzen aanbotst van zijn gekozen stijl. Uh-huh. Dus dan met jezelf herhalen in voor de zoveelste keer doorbreekt hij een soort ding en dan vindt hij iets uit. En dan in de 2 daarna gaat hij het volgens mij letterlijk of in concept ook hebben over dat hij wat hij wil bereiken niet meer kan bereiken, omdat het publiek een verwachting heeft. En ongeacht van wat hij doet, komt die verwachting uit, omdat het publiek die verwachting waarmaakt. Exact. Helemaal waar, alleen vond ik gewoon echt dat in zijn, niet zijn laatste dus van ergens anders, maar voor zichzelf vond ik dat rijker en beter uitgelegd en mooier gedaan en geïnspireerder dan de vorige. Want de vorige was ging het veel, vond ik het iets te, wie ben ik om Micha Wertheim te lopen? Maar goed, ik ben aan het schrijven, okay. Ik weet het ook niet. Ik ben aan het schrijven, weet het ook niet. Terwijl bij deze zat, maar misschien heb ik dat niet goed gezien, maar zat onder die laag van wat jij zegt, hè? Dus ik zat daar een hele andere laag in die voorstelling, waar het heel erg ging over ben ik er wel, ben ik er niet? Want, wat ook weer terugpakt misschien op deze, ben ik er wel of ben ik niet? Maakt het uit dat ik er ben? Mm-hmm. En het gaat in die voorstelling, volgens weet ik niet, wat ik erin las ook, heel erg over wie hij is, waar hij vandaan komt. Dus ook die voorstelling, je ziet ook, als je hem hebt gezien, hij heeft een soort interieur achter hem. Dat is een soort jaren, wat is het? Ik weet niet of je het gezien hebt. Jaren 70, waarin hij is opgegroeid interieur. Wat hij ook, terwijl hij aan het praten is, helemaal uitbouwt. En het eindigt ook letterlijk met een verdwijntruc dat hij er niet meer is. Terwijl hij er wel was. En we zien hem aan het eind, zien we hem dingen doen, zodat we niet weten achteraf of hij er wel was. Ik vond het interessanter. Ik vond het mooier dan bij de vorige. Want daar ging het veel letterlijk over. Ja, ik weet het niet, hier gebeurt het. Maar ik weet het ook niet, mensen. Ja. Het is zo kort door de bocht. Maar dat vond ik dus bij de keer daarna veel rijker en mooier. Ja, maar ik heb het idee dat hij dan met deze vorm meer uittest waar die grens ligt dan in die vorige. Want in die vorige was eigenlijk de hele voorstelling nog steeds wel netjes cabaret daarover. En nu gaat hij... Want in de vorige voorstelling heeft hij ook benoemd van, ja, maakt het uit of ik er ben of niet. En nu onderzoekt hij dat echt. Hij gaat nu die extra mile, maar ik denk wel dat hij die voor... Maar daarnaast was die voorstelling ook wel gewoon ook heel, wel weer grappig echt.
Ik vond die vorige niet zo grappig ook. Deze was wel weer echt, zaten we helemaal. Nee, maar goed, je kunt in ieder geval niet gaan zeggen wat je wil. Maar hij probeert wel iedere keer een bepaalde grens op te zoeken. Ja, ja. Ja, hoe heb jij dat ervaren? Want jij hebt hem geregisseerd ook? Ja, de eerste twee voorstellingen. En met name bij de eerste was voornamelijk de vraag van wat kan ik nou wel en niet doen op dat podium? En toen, dat heeft hij later nog wel eens een keer in een interview ook herhaald. Dat ik zei van, wat vind jij leuk om op het podium te doen? En dan noemde hij een aantal dingen. Toen zei ik, nou dan gaan we die toch gewoon doen. Ja. En van daaruit heeft hij altijd gezegd dat hij dat een fijne les vond daarin. Van, oké, het gaat er dus om dat ik het goed en fijn heb op dat podium. Ja. En als dat gebeurt, dan wordt het waarschijnlijk voor de mensen in de zaal ook spannend en interessant. Ja. En dat vind ik dus bij wat anderen toch maar zelden doen. En dat is ook niet zo gek, want dat vroegen we ook niet aan Freek de Jonge of aan Toon Hermans of zo. Van, vernieuw je nou eens iedere keer. Maar hij heeft die drang vanuit zichzelf om iedere keer toch net iets anders te doen dan wat de verwachting is. En dat is de uitdaging die hij zichzelf stelt. En dat vind ik op zich al een heel, heel intrigerend gegeven. Omdat andere mensen vaak zich ontwikkelen naar een bepaalde stijl. En als ze die hebben, dan genieten ze bij wijze van spreken. Ja. Ik heb hem. En nou ja, Joep van 't Hek is een voorbeeld. Je kunt bijna die voorstellingen over elkaar heen leggen als schablonen. Ja. 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 Er loopt een man over straat. Ja. Ik ben het eigenlijk, mensen. Ja. Ja. En geef daarbij ook het publiek precies wat het wil. Ja. En wat het verwacht. Hè? Net zoals kinderen die zeggen, lees nog eens voor. lees nog eens voor over de domme hemermeisjes in Ommen. Ja. Nou, dan doet hij dat weer in zijn volgende. En hoe hij dat doet is blijkbaar steengoed, want het zit iedere keer vol. Ja. Maar ik zelf als ook mede theatermaker, zal ik maar zeggen, vind die ontwikkeling van Miga veel interessanter. Ja. Ja. Even voor de mensen die alleen de audio horen. De kat is net voorbij gerend en in een klimpaal geklimd. Dus dat hoor je op de achtergrond. Geklimd. Geklommen, wauw, ik zeg geklimd. Nee, hij geklimde wel. Ja, hij geklimde wel. Het was geklimd. Dus voor de YouTubers. Ja, maar nu was hij zichzelf en dat maakt veel minder geluid. Ja. Ja, nee, ben ik het wel mee eens, Pieter. Nou, fijn. Kijk, zo leren wij toch nog wat van deze oude wezen. Oude. Ik heb ik had nog een paar vragen ook nog. Er zijn een paar vragen die wij sowieso altijd stellen aan onze gast. En aan jou om te kijken of niet te lang wil nadenken, meteen antwoord geven. Nee. Oké, daar komt-ie. Beste cabaretier aller tijden? Toon Hermans. Beste cabaretier van het moment? In vervolg op wat ik net zei. Ik vind Miga wat dat betreft echt de interessantste van het hele veld op dit moment. Of hij dan ook de beste is, weet ik niet. Maar ik ben wel gewoon het nieuwsgierigst. Oké, ja. Maar ik kan misschien voorstellen dat voor jou de vraag beter kan zijn. Naar wie ben je het nieuwsgierigst dan wie is het beste? Ja. Omdat je zelf ook regisseur bent. Ja, en dan is het goed, slecht, een heel abstract begrip. Precies, precies. Maar ik vind Miga wat dat betreft de interessantste van dit moment. Ja. Zou jij denken dat je daar nog als regisseur iets mee zou kunnen? Als stel je wordt een vraag van zo, Pieter, ik... Nee, ik denk dat hij de constructie... Ik denk dat ik mijn diensten heb bewezen door hem als het ware te zeggen... Als jij zoiets raars wil doen, dan moet je dat gewoon doen. Daarmee is hij over een soort doodpunt heen gekomen. En daarnaast had hij vooral veel behoefte aan iemand die hem duidelijk maakte wat spelen is. Dus hij heeft Dick van der Toren, de acteur, erbij gevraagd om zijn concept spelmatig goed te maken. Dus hij is nu zover dat hij zelf de constructie kan maken, hè, de intelligente constructie. Daar heeft hij mij niet meer nodig. Nee. Als er iemand die zegt van ja, dat mag. Ja. Maar wat hij wel nog steeds nodig heeft, is iemand die gewoon puur spelmatig naar hem kijkt. Ja. Want het is geen acteur inderdaad. Nee, het is geen acteur. Dat zijn heel veel cabaretiers natuurlijk niet, per se. En ik kan me dus voorstellen dat hij in die samenwerking met Dick van Toren precies heeft wat hij nodig heeft nu. Ja. En dat ik daar niet zoveel aan toe te voegen heb op dit moment. Nee, dus... Oké. Welk woord probeer jij te vermijden in voorstellingen? Dus misschien vroeger. Of welk woord probeer je bij mensen die je regisseert uit te rammen?
Welk woord? Jezus. Misschien zijn dat woorden of maniertjes of zo. Ik weet niet hoe we dit... Nou ja, ik kan heel slecht tegen... Als cabaretiers taalgebruik hebben als super vet man. een beetje het populaire jargon, zal ik maar zeggen. Ronald Goedemond heeft vreemd genoeg heeft een aantal van die stopwoordjes. Ja. Nou, dat is het misschien. Dat ik doet er niet toe. Nee. Ja, aight man, yeah. Ja, alle... vet jongen. Vet. Ja, ja. Nou ja, dat zijn van die stopwoordjes die voor mijn gevoel een beetje uit de jeugdtaal komen. Ja. En zeker als het dan stopwoordjes worden. Het gaat dus bij mij niet zozeer om een of ander begrip of woord. Maar als ik mensen betrap op stopwoordjes, dan zal ik altijd proberen die eruit te halen. Oké, okay. Wat was het laatste stopwoordje wat je eruit hebt gehaald bij iemand? Kun je dat herinneren? Ja, dat heb ik geprobeerd, maar dat is niet gelukt. Was het bij mij of bij meer? Nee. Het was een keer dat Emilio Guzman vroeg aan mij wat ik ervan vond. Toen had hij een keer in Toemler gespeeld. En hij heeft... Wat doet hij nou? Moet ik eventjes goed nadenken. Hij zegt heel vaak een soort halfvragende ja aan het eind van een zin of een bewering die eigenlijk meteen de angel eruit haalt. Dus toen heb ik hem geprobeerd dat duidelijk te maken, maar dat is me niet gelukt. En bovendien, stopwoordjes zijn sowieso heel moeilijk af te leren bij mensen. Ja. Ook maniertjes. Ja. Met Patrick heb ik heel lang moeten werken aan zijn bijna onbewuste neiging om de dictie van Freek de Jonge min of meer over te nemen. Ja. Als ik dat herkende, ik weet ook wel waar dat vandaan komt. Want iedereen begint als het ware met het imiteren van degene die bewondert. Ja. Daar is ook niks mis mee. Maar zoals Picasso al zegt, daar begin je mee. Maar wat daar niet aan lukt, dat ben jij. Ja, precies. Ah, ja. En ik kan het nog hoor, met Patrick nog steeds hebben. Dan heeft hij een zin. En altijd op precies dezelfde manier in de cadans laat hij een stilte vallen. Ik kan het niet voordoen, want het is zo ingeslepen. Nou, dat soort dingen probeer ik eruit te halen. Maar een specifiek woord, een begrip, ja. Ik weet bijvoorbeeld bij wat ik mij... Ja, dat was dan geen woord. Wat ik bij mij eruit moest halen. En dat heb ik geleerd door naar mezelf mezelf op te nemen. Dat vind je zelf irritant? Ik vind het niet leuk om naar mezelf te kijken. Tenzij ik heel goed ging. Wat bij mij gebeurde is dat... Dan kwam ik op. Dat was echt in het begin nog. Ja, toen echt, en dan zag je aan mij in principe niet dat ik gespannen was. Maar er was heel veel spanning bij mij. Ja. En dan zei ik iets. En dan had ik een eerste grap of iets. En soms doe ik het nog steeds als ik gespannen ben. En dan zie ik me terug. Lul, je doet het weer. Op het moment dat ik dan terugkrijg van het publiek, jullie vinden me leuk. Dus ik weet, dus de spanning is weg. Dus ik maak de eerste grap van. Dan zak ik een klein beetje door mijn benen. Dan doe ik dit zo. Dan sta ik op en doe ik zo. Letterlijk deze. Maar gewoon, even zo lean back. Dat is wat ik dan doe. En ik zag het een keer bij mezelf. Ik dacht, dat is lelijk. Dat is zo lelijk. Je laat je zo kennen. Want het is, en letterlijk als op de lach een soort in mijn gezicht slaat. En zo, en dan pas word ik rustig. Dus ik heb het nu ook... merk het nu dat ik dat niet doe. En dan moet ik echt mijn benen echt tak stilzetten. Omdat ik het ooit heb mezelf het aangeleerd. Ja. Dat is wat ik heel erg... Laatst toen ik mezelf weer terug zag. Je doet het weer. Moet weer op gaan letten. Nee, dus als ik met mensen werk probeer ik altijd alert te zijn op dat soort maniertjes of dingetjes die ingeslepen zijn. En die iemand zelf al lang niet meer door heeft. Bij wijze van spreken. Om daarop te wijzen en te zeggen, probeer dat te vermijden. Want het haalt bijna altijd de angel eruit. Ja. Maar de vraag komt ergens vandaan natuurlijk. Wat zou jij daarop antwoorden? Wat is het meest irritante woord? Of... Ik moet schrijfwoorden vermijden in mijn tekst. En wat bedoel je met schrijfwoorden? Dat ik... dan ga ik op papier literaire volzinnen schrijven. Zodat iedereen me niet alleen grappig, maar ook intelligent vindt. Ja. En dan als je het je bek uit krijgt, dan... is het helemaal niet natuurlijk. Dan krijg je een soort gast die alles onder controle wil hebben op het podium. Terwijl er moeten gewoon dingen leven. Er moeten dingen ontstaan. Het voelt ook heel erg dan geschreven. Ja. Alsof je aan het voorlezen bent zonder papier voor je neus. Ja. Maar je merkt dat aan woorden als eigenlijk of zo. Andries zei het op een andere manier. Maar je hebt heel veel van die schrijfwoorden waardoor je voelt, dit zegt hij niet nu. Maar dit heeft iemand zeg maar bedacht die er een eindje vanaf stond. En nu zegt deze jongen het op het podium. Ja. Daar moet ik heel op letten. Ik merk dat ook als ik een idee heb, dan schrijf ik het ook eerst uit. En dan schrijf je het hoe je dat normaal zou opschrijven. En dan ga ik het daarna
voor me uitpraten. En dan maak ik ook gewoon taalfouten. Of dat een zin... Dat ik denk, oh ja, de zinsopbouw zou eigenlijk zo moeten. Maar als ik normaal zou praten, zou ik zo praten. Gewoon niet zo mooi. Maar dan hou ik dat altijd wel zo. Ik weet dat het woord mooier is hier. Maar omdat het zo mijn bek uitkomt... Ja. Dat is ook zo'n ding. Ja, maar want aan de andere kant kan ik ook wel weer het heel mooi vinden... als iemand heel secuur en alert is op zijn taal. Ja. Hè? Dus dat ik ook hoor. Het is geen per se spreek. Kijk, het is natuurlijk kunst dat iemand, ondanks het feit dat het geschreven taal is, het levend kan maken op dat moment. Ja, ja. Maar dan vind ik. Ik vind het ook weer heel belangrijk dat iemand secuur is op zijn taal. Want vaak is het ook dat de taal of de manier van taalgebruik zo is dat ik denk: het kan je niks schelen, blijkbaar. Ja. We kunnen gewoon twee van de drie zinnen weg, want ze zeggen allemaal hetzelfde. Ja. Ja. Over taal gesproken, en nu ga ik even af van de vraagjes. Ja. Maar dan bedenk, we hadden het ook over die zin net. Het ergste moet nog komen. Ja. Jij hebt ook een boekje, toch? Nee. Oh, niet. Wat? Ik weet, daar hebben we het wel eens over gehad, dat jij een soort boekje had, die heet Het ergste moet nog komen, wat je uit wilde brengen. Nou ja, want dat wil ik nog altijd. Ja, dat wil je nog altijd. Er is een boekje met... Wat staat erin en waarom is het nog niet uitgebracht? Ik heb bij een aantal uitgeverijen heb ik ermee geleurd. En die zeiden, voor dat soort boekjes is de markt nu niet goed. En terwijl het mij lijkt het een ideaal toilettrein... Kerstcadeautje boekje. Nee, daar staan de zinnetjes in, of de beste van de zinnetjes in, die ik op Twitter zet al een paar jaar. Oké, je zit nu nog steeds op Twitter? Ja, ja. Zetten we onder de YouTuber. Ja, heel goed. Bam. En degene die dat dan opzoeken op Twitter, mijn account. Begin ook gewoon bij het begin te lezen. Want het zijn geen actuele zinnetjes. Nee. Dus je kunt ook van een zinnetje van 3 jaar geleden nog reuze veel pret hebben. Ja. Nee, en mij leek dat dus juist een ideaal treintoilet en cadeauboekje. Maar dat is nog nooit, dat is nog door geen uitgeverij zo herkend. Niet verschenen boek. Verschenen boekje. Dus nu toch valt het onder de net niet verschenen boeken. Ja. Maar het ligt wel gewoon klaar op de tafel. Ja, in principe kan dat zo naar de drukker. Nou, Thomas Rapp, neigen van dit. Ja, maar dat heb ik dan net weer niet. Ik ben bijvoorbeeld ook helemaal niet goed met computers en zo. En ik kan mezelf ook niet goed verkopen. Ik zou een agent moeten hebben die zegt, ik ga dit in de markt pleuren. Ja, precies. Oké. Nou. En natuurlijk, ik had dat. Het was het gunstigst geweest als dat uit was gekomen nog in de tijd dat Radio Bergijk ook liep. Ja, dat er een naamsbekendheid was die de verkoop van zo'n boekje dan net wat meer de lucht in kan pompen. Terwijl mijn naam nu natuurlijk wat meer naar de achtergrond. Nou, misschien in de komende weken. Gaat helemaal. Na deze podcast denken mensen toch gewoon, waarom heb ik daar geen boekje van? Ik heb op Twitter nu iets van 3000 volgers. Dus oh, leuk. Als die allemaal dat boekje zouden kunnen kopen, dan zijn we uit de kosten. Dan zijn we lekker. Nou ja, stel het. Ja. Volgend zinnetje. Wie? En dan gewoon hoeveel likes je hebt. Als ik boven de zoveel likes kom, dan ga ik een boekje. Maar is die ambitie er nog een beetje? Ik kan me voorstellen, niet alleen het boekje, maar je zegt, mijn naam is een beetje op de achtergrond, maar ik kan me voorstellen dat de ambitie om misschien nog eens, ik weet niet, is er nog, dat je denkt, oh, ik wil dit nog eens doen, ik ga dit, of ik wil nog eens... Nou, de dingen waar ik zelf verreweg het meest van genoten heb om te doen, is dat improviseren wat ik met Hans ben begonnen, wat Mannen van de Radio onder andere heeft opgeleverd, maar ook veel nummers uit de shows van Hans zelf. Mm-hmm. En wat doorgezet is met Radio Bergijk, dat is gewoon waar ik het meeste lol in heb. Improviseren op radio. En ik zoek nog altijd naar een mogelijkheid om daar weer de mensen voor bij elkaar te krijgen. En want dat kun je niet met iedereen doen. Nee. Dus je moet een klik hebben die niet zo heel vaak voorkomt. En in omroepland is het... Het is heel raar. Ik had op een gegeven moment met zowel Henry Verloon als met Pierre Bokma... Mm-hmm. Een aantal sessies bij mij thuis gedaan. Van soortgelijk improvisaties. Niet in een poging om Mannen van de Radio weer te doen. Maar gewoon twee improviserende mannen op radio. Mm-hmm. Er zaten echt fantastische dingen tussen. Dat lieten we horen aan de VPRO. En die hadden als redactie het lijkt te veel op Mannen van de Radio. Alleen het lijkt niet genoeg op Mannen van de Radio. Ja, ja. Ja, dus... Ach, ja. En dus bij omroepen is het allemaal Radio Bergijk. Dat zou je nu ook niet meer kunnen maken. Nee. En ik ben dan weer, wat ik daarnet al zei, ik ben digibet. Ik ben niet thuis in hoe je bij wijze van spreken van zoiets op YouTube of op internet een verdienmodel kan maken. Nee.
Wij ook niet. Nee, precies. Al is het wel, podcasts, en dat zeg ik niet omdat wij een podcast zijn, maar dat is wel het groeiende ding wat echt aan de hand is op dit moment. Ik ben wel benieuwd hoe ver dat in Nederland gaat gaan. Nou, het valt me nu al op. Onze eerste, als wij dit opnemen, is onze eerste aflevering online. En ik krijg nu al van mensen te horen die zeggen, hey, ik vind podcasts superleuk en dit bestond nog niet. Wat leuk dat jullie dit doen. Ik ben benieuwd naar de volgende. Want ik zelf, wij doen dit, tenminste, wij hebben hier een gesprek over gehad ook. En ik, ja, we kwamen hier ook omdat ik ben een enorm podcast fan. Ik ben zelf een podcastluisteraar van vooral dan Amerikaanse comedians die ik erg interessant vind. En ik moet nog even uitzoeken hoe we dit op iTunes krijgen. Het is even een oproep voor de mensen die weten wat een RSS feed is en hoe je dat moet maken. Meld u. Meld u. kccast@gmail.com, alsjeblieft. Maar biertje voor mij, Matthias. maar wacht even. Maar goed, dus ik zeg het niet voor de grap. Ik denk dat echt een... en daar valt echt wel wat in te halen. Meen serieus. Dus het zou misschien wat zijn. Ja. Hey, graag. Maar nogmaals, ik ben daar zelf totaal niet van op de hoogte. En je moet het ook uitbesteden, denk ik. Ja, inderdaad. Ik zou wat dat betreft een soort agent moeten hebben, weet ik veel. Of hoe dat werkt. Weet ik ook niet eens hoe dat werkt. Maar in ieder geval, ik zou heel graag zoiets weer willen maken. Ja. Nou had Matt Wijn, die bij Radio Bergijk altijd geluidsdecor maakte, had onlangs Micha, was naar de voorstelling van Micha geweest, met Pieter Verhoef ook. En toen zei Micha, jullie zouden van Radio Bergijk een Engelstalige versie moeten maken. Mm-hmm. Want dit bestaat gewoon nog niet. Nee. Nou, ik weet dat ooit is een aflevering van Radio Bergijk ingestuurd voor het radiofestival in Montreux. En dat had iemand een hele aflevering op papier vertaald. Dat heb ik gelezen. Ik heb zitten huilen van het lachen. Ja. Ze had dat zo goed. Het was een vrouw, bleek dat. En ik vroeg toen de telefoonnummer om het te bedanken. Het bleek een vrouw van in de 80 te zijn. En die zei, nou, ik heb zo genoten hiervan. Als het doorgaat, ik stuur alles maar op. Ik vertaal alles, hoor. Ik vind het enig om te doen. En ze had het ook echt fantastisch gedaan. Naar het Engels vertaald toen. Naar het Engels vertaald, ja. Maar goed, je moet je ook mensen hebben die het kunnen uitvoeren. En een van de krachten van Radio Bergijk is dat je toch weet, merk je toch, dat het geïmproviseerd is allemaal. Dat is, en er zijn natuurlijk niet veel Nederlanders die de Engelse taal zo machtig zijn. Dat ze kunnen uitspreken van papier alsof ze het ter plekke verzinnen en met die levendigheid. Precies. Ja. Dus, maar ik zat zelfs te denken van, ga hetzelfde concept nogmaals doen, maar doe het zelf en doe het in het Engels. Ja, maar goed, je moet dan zo goed Engels kunnen. Ja, ik weet niet hoe goed jouw Engels is. Nou, mijn Engels is behoorlijk goed, maar kijk, Radio Bergijk leunt op het Brabantse accent, wat je in zijn grootste domheid doorvoert. Nou, ik ben niet zo goed in Engels dat ik een consistent regionaal accent kan opzetten en daar dan ook nog in improviseren. Ja. Ja, en de woordkeuze alleen. In Nederlands heeft 100.000 woorden of zo. In het Engels 600.000. Het gevoel voor taal. Je komt nooit op het niveau wat je dat hebt voor het Nederlands. Nee. Omdat je daar gewoon mee bent opgegroeid. Ja, dat is gewoon je. Of in ieder geval nu niet meer. Nou, ik denk dat dat sowieso lastig is. Omdat ik denk dat wij dat al niet meer zouden. Nee, maar als je dat op je 10e bijvoorbeeld. Dan heb je nog meer rek in je leervermogen. Door naar het volgende vraagje. Matthias. Als we het hebben over een woord in je leven of iets in je leven wat je wil veranderen. We hebben het net al gehad over 5.0 of 0.0%. Uh-huh. Zijn er nog andere woorden of dingen of manieren in je leven die je probeert te vermijden? Ik probeer te vermijden. Zo, dat klonk echt als een rift. Dat was mijn spijkerbroek. Dingen die ik probeer te vermijden. Nou, ik denk wel dat ik op een leeftijd ben dat ik probeer te vermijden dat ik dingen moet doen of doe waar echt mijn hart niet meer bij ligt. Snap je? Dat is nou een beetje de tijd. Is het niet dat ik nou dingen wil doen om het geld die ik niet leuk vind om te doen of waar niet mijn hart ligt. Nou, verder probeer ik te vermijden om terug te glijden natuurlijk in alcohol. Misschien zou ik eens moeten stoppen met roken, maar zie ik zo 1, 2, 3 nog niet gebeuren. Mm-hmm. Eén ding tegelijk misschien ook. Eén ding tegelijk, precies.
Jeetje, Mina, wat een vragen zijn dat zeg. Ja. Wij hebben erover nagedacht hoor. Wat probeer ik er van mij? Nou, in zekere zin, dat is wel een beetje verwant aan drank en dat soort dingen. Ik wil vermijden dat ik mijzelf weer in een zelfdestructieve modus begeef. Ja. Ja, ik denk dat het belangrijkste is wat ik wil vermijden. Oké. Okay. Denk je dat je dat daarop, vraag me af, want in de tijd dat je dat wel was, mm-hmm. hè, om het zo maar te zeggen... Had je dat toen ook wel door? Van, ik ben zelfdestructief bezig, joh. Dit gaat helemaal niet goed. Ja, maar ik denk dat de verslaving eigen is. Dat je weet het. Ja, ja. Maar je hebt ook alle ontkenningsmechanismes... Ja. die je maar kunt bedenken... zitten in je hoofd ook. Ja. Dus de verslaving weet op allerlei manieren te zeggen... dat het wel meevalt. Ja, of misschien zelfs... ja, het is heel erg, maar fuck it. Ja, ja of ja, maar ik heb er ook baat bij. Kijk maar dan. Ja. Dus ja. Kijk, en bijvoorbeeld... ik zeg dat alcohol in het verleden mij ook dingen heeft opgeleverd. Nu ben ik gestopt met alcohol. Wat veel mensen die stoppen met alcohol hebben... is denken dat hun talent daarmee ook verdwijnt. Hè? Omdat ze het associëren heel erg met die drank. Ik geloof niet dat mijn talent weg is. Nee. Nu ik niet meer drink. Ik geloof wel dat ik nu meer moeite moet doen om erbij te komen... dan wanneer ik er 3 glazen wijn bij drink... en die deurtjes wat makkelijker open gaan. Ja. Ik moet dus leren hoe ik die deurtjes net zo makkelijk open krijg... zonder die troep. Ja. Is dat ook iets wat je hebt moeten... Nu je bent gestopt met drinken... we hebben het wel heel lang hierover nu, merk ik. Ja, zo lang. Maar dat ook, je hebt ook... als je nu werkt met cabaretiers... Uh-huh. dat je ook merkt in het... Nou, laat ik zo zeggen, je hebt nu ook de eerste repetitiesessies gehad... met cabaretiers nuchter. Ja. Is dat, merk je dat dan ook van, shit, hier had ik normaal gesproken wel 6 dingen op kunnen zeggen. Nu maar 2 dingen. Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. Zeker. Ik denk dat ik in die periode nog zit. Dat ik zeg, kijk, met die alcohol flapte ik er ook dingen soms uit die echt nergens meer op sloegen. Maar, zeg maar, ik had de zowel de zelfkritische drempel was wat lager. Maar ook de zelfremmende neiging was minder. Dus ik had inderdaad vaak wat meer te zeggen erop. Ja. Trok gauw mijn bek wat wijder open dan nu. Ik moet nog weer de vorm vinden. En dan moet ik niet streven naar hoe ik dat zelf precies hetzelfde weer doe als toen ik nog dronk, maar dan zonder drank. Ja. Maar gewoon wat mijn manier is zonder drank. Ja. Dat gaat een tijdje duren. Ja. Want, ja, ik wil zeggen, dat vond ik wel grappig toen we aan mijn afstudeervoorstelling werkten. Ja. Dat was echt, nou, de week nadat jij je gedwongen ejaculatie had van 10 liter geel vocht. Ja. Waarvan ik alle foto's kreeg te zien. Nog steeds bedankt daarvoor. Graag gedaan. Linkje op Facebook. Toen merkte ik gewoon dat je met de week scherper werd. Dus de eerste week daarna dacht ik, oh, is dit het? Weet je, dat ik dacht, oh, maar hoe ga ik dan met deze feedback iets doen? Dit is nog zo... En met de week dacht ik, hey, maar nou had ik ook weer de scherpe feedback die ik in jaar 3 een keer van je gehad had. Waardoor ik dacht, oh, ik vraag jou voor mijn afstudeervoorstelling. Ja. Dat kreeg je ook weer terug. En dat vond ik heel fijn. Ja. Dat is interessant. Dat vraag ik aan jullie twee. Want dan heb jij hem dus gevraagd. Ja, hij heeft precies midden in die periode van zijn afstudeervoorstelling... Dat moest ik die incisie in mijn leven maken. Ja, ja. Ja. En in het begin dacht ik ook, was ik ook het spoor even kwijt. Ja, maar ik heb ook met de directrice van onze school, met Anna, gezeten. Van ja, wat moet ik hier nou mee? Want hij reageert niet en nu krijg ik foto's van gele pis. En, weet ja, je? Ja, precies. En toen heb ik volgens mij op een gegeven moment jou een keer gebeld of zo. Ze zei, Anna, ja, je moet gewoon met hem bellen en vragen, kan het of niet en hoe dan? En toen volgens mij afgesproken dat het niet erg was als je kind niet kon. Uh-huh. Als je naar het ziekenhuis moest of wat dan ook. Maar dat je mij moest laten weten. Maar ja, dat was natuurlijk heel logisch. Maar ja, dat moet je dan toch... Ik vind het wel grappig om even wat te hebben. Want wij hebben natuurlijk ook gewerkt met Robert van Leeuwen in het afstudeervoorstelling. Hoe was het toen? Hoe zat je toen? Want ik heb toen, zat gewoon... ik, toen was die drank er ook gewoon. Maar toen was ik in een minder destructieve periode dan, laten we zeggen, nu 3 kwart jaar geleden. Ja, precies. Ja. Ja, ja. In die periode van drank was ik onbetrouwbaar. Ja. En dat ben ik volgens mij nu veel minder. Ja. En kijk, het feit dat jij zegt dat ik toch met de week het als het ware weer scherper werd.
dat moet ik zelf ook leren zien en herkennen en waarderen voor wat het waard is. Maar in het begin had ik echt een twijfel van, Jezus mine, wat heb ik nou nog? Waar moet ik het nou vandaan halen? Ja. Ja. En dat is, nou ja, goed, mijn huisarts die zei ook van, kijk, als een vrouw zwanger is geweest en dat kind heeft gebaard, dan moet dat lichaam zich ook een jaar lang ongeveer herstellen van alle hormoonverschuivingen en interne chemie die veranderd is. En hij zegt dat het met zo'n verslaving zoals jij die had, en zeker hoe die zich in de laatste fase aan het ontwikkelen was, dan moet dat lichaam ook gewoon... En toen zei iemand anders, ja, je hebt ook een rouwproces. Want die drank, zoveel als het kapot heeft gemaakt, was ook je een soort vriend. Ja. Dus, en nou ja, wat ik daar straks al zei, alle vier seizoenen een keer door. Ja. En nu gewoon merken, dat doen we ook met mensen werken. Zag dat al gebeuren. Thijs zag dat ook gebeuren. Patrick zag het ook gebeuren. Dat ik wel degelijk uit dat dal weer omhoog kom. Maar het is wel een weg. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het een hele fijne weg is. Omdat ook misschien mensen die in eerste instantie misschien bij je wegtrokken, nu weer terug ook aan het komen zijn. Ja, juist daardoor. Ja, zeker. Ja. Zeker. Dat lijkt me ook een soort van... Nou, dat is ook wel een van de hoofdredenen om laten we zeggen, ik had me ook dood kunnen drinken. Die keuze had ik ook kunnen maken. Mm-hmm. Maar ik weet ook dat ik heel veel plezier heb gehad in mijn leven, in het werken met de mensen en zo. Dus dat plezier wil ik nog helemaal niet opgeven. Nee. Alleen, ik moet daar die drank niet bij hebben. Nee. Ja. Nee, maar goed, maar laten we daar dan al eventjes op mee. Niet daarmee afsluiten, maar dat even afsluiten. Ja. Ik vind het van. Pissen, man. Oh my god. Oh, jij moet even pissen? Oké. Okay. En ik daarna. Ik ben wel benieuwd. Ja. Wat is een grap, of misschien een bit, of een stuk, wat je ooit gezien hebt, waarvan jij dacht, shit, dat had ik willen bedenken? Nou, ik moet zeggen dat Henk van der Tillaert, dus mijn broeders Unitet van Theo Maassen, dat ik dat wel een steengoede act vond. En dat heeft ook te maken met dat ik bij de geboorte daarvan aanwezig ben geweest. Wij waren er toen namelijk met Hans Theeuwen, mijn broer Martijn, Theo en ik in de staakcaravan van de ouders van Theo op Renesse. Renesse, ja. Was niet I say more. Dat was toen nog een heel classy plek. Kratten stonden gewoon. Het was een caravan van kratten. Ja. En daar zouden wij ideeën gaan ontwikkelen voor een televisieprogramma. Daar is niet zoveel van terechtgekomen. want we gingen ook veel drugs gebruiken. En die middag dat we daar waren, was er op zaterdag een huldiging. Want dat was in de tijd van het wereldkampioenschap in Amerika, volgens mij was het toen. Ja. En daarin speelde Peter van Vossen in het Nederlands elftal een gunstige rol. Voetballer Peter van Vossen. Mm-hmm. En die kwam oorspronkelijk uit Zierikzee. En Renesse ligt vlakbij Zierikzee. En wij waren dus in Zierikzee. En jawel, dat was de huldiging van Peter van Vossen. Die op een soort kar door dat stadje werd gesleept. Met een paard ervoor. Maar dat zag er al niet uit. En uiteindelijk eindigden ze op het grote plein in Zierikzee. En daar hield de loco-burgemeester van Zierikzee een praatje. Om Peter van Vossen in het zonnetje te zetten. Ja. Maar in plaats van dat hij Peter van Vossen in het zonnetje aan het zetten was, was hij zichzelf in het zonnetje aan het zetten. Want hij had destijds nog met Peter van Vossen in het elftal gezeten. En eigenlijk was hij dan wel getalenteerder, maar door een blessure had hij dan niet. Maar goed, het was toch fijn dat Peter van Vossen het zo ver geschopt had. Terwijl hij... En dat gezien hebbende, die avond hadden wij LSD genomen. En ik merkte daar niet zoveel van. Behalve dat ik op een gegeven moment een slappe lach kreeg. En Theo ook. Want wij zijn toen door gaan melken op zo'n loco-burgemeester die dat praatje hield. En dat werd erger en erger en erger. Daaruit is uiteindelijk, heeft hij dat... Mengvoeders Unitet daarvan gemaakt. Maar ik was dus bij de geboorte. En ook in dat programma, ik vind het een wereld echt waar. En... verder is het ook vaak dat ik niet zozeer zeg dat stukje had ik willen verzinnen. Maar bijvoorbeeld er zijn stukjes van Richard Pryor. Die zijn niet alleen goed omdat het stukje goed geschreven is of wat dan ook. Maar ook omdat het zo gruwelijk eerlijk en fantastisch gespeeld is.
Als hij uitlegt hoe kinderen liegen, Richard Pryor. Ja. Dan speelt hij tegelijkertijd dat kind wat aan het liegen is. En dat is goud. Of als hij het heeft over zijn strijd met zijn crackpijp. Ja. Dat hij heftige discussies heeft met zijn crackpijp. Ja. Dat zijn zulke weergaloze stukjes omdat ze en fantastisch gespeeld zijn en omdat de echtheid ervan afdruipt. Dus het gaat mij vaak meer om de combinatie van die twee dingen. En het is goed geschreven of goed bedacht. En in het geval van Richard Pryor dus waarschijnlijk niet eens grotendeels bedacht, maar gewoon zo vertaald en gerangschikt. En, ja, maar wel goed gespeeld. Ja, maar ja, dat maar dan het dan op die opname allemaal samenvalt, dat is dan eigenlijk het goud. Ja, of zo. Ja. Ja, of dat hoe maar hoe, bijvoorbeeld, ik heb ook in, toen Mannen van de Radio op cd verscheen, toen hadden wij zelf die dingen al heel lang niet meer teruggehoord. En voor het samenstellen van die cd hadden we twee andere mensen gevraagd om door de hele berg heen te werken. En die hadden een voorselectie gemaakt en toen luisterden wij dat terug om ter goedkeuring. En toen heb ik echt zitten luisteren en te gedacht van, oh, ik wou dat ik zoiets... Oh, verrek. Dat zijn we, dat ben ik ook. En dat zijn wel gouden momentjes, moet ik zeggen. Dat je het gewoon terugluistert en denkt, hoe hebben we het kunnen verzinnen? Ja, echt zo. Ja. Maar ja, goed, ik heb elke aflevering tot nu toe heb ik er een momentje van gemaakt. Ook maar als ik het heb over de mannen van de radio, wat ik had willen bedenken. Ja vind ik toch, ja, ik moet het, ja, is het 10.000-delig zakmes. Dat vind ik, dat, ik weet niet, ik heb me ook al heel lang niet meer gehoord. Maar even voor luisteren, ga dat terugluisteren. Hey, echt, op een gegeven moment... Zoek dan naar het 3000. Oh, wat is het? 3000-delig zakmes. Sorry, 3000-delig zakmes. En volgens mij, ik weet niet precies hoe de grap zit. Maar het is meer van, ja, maar ben je hem dan nooit kwijt? En dan nee, want er zit ook een supermarkt in het zakmes. En dan koop ik daar een nieuwe zakmes. Ja. En inderdaad, ook dat het geïmproviseerd is, zit ik echt gewoon hoofdschuddend te laten luisteren. Niet eens lachend, maar gewoon... God damn it, jongens. Godverdomme. Ja. Dat is, ja, overigens dat, van dat mensen die van Mannen van de Radio houden. En binnenkort komt bij de VPRO online het hele archief van Mannen van de Radio beschikbaar. Echt waar? Ja. En dat maar kun je zeg dan... maar gewoon downloadable. Niet dat ik 10 euro moet overmaken, maar kan gewoon alles... Alles kun je... Leegtrekken? Oh shit, echt waar. Oh shit, okay, dat is echt nou, dan gaan shit. We daar, dan gaan we dat op de... Wanneer dat is, daar ook een linkje van op onze podcast zetten. Zeker. Zeker weten. Gaan we door naar de allerlaatste vraag. De vrolijke afsluiter van deze podcast. Ja. We hebben geprobeerd een vraag te formuleren die we passend vonden voor jou en wat we al van je wisten. Uh-huh. En volgens mij hebben we het al zijdelings tijdens de podcast een beetje over gehad. Maar stel dat je nou zou moeten kiezen. En je moet echt kiezen. Uh-huh. Zou je... nooit geleefd willen hebben, maar echt nooit. Dat er gewoon nooit bestaan, alle kansen gemist. Ja. Of eeuwig leven? Echt, er is geen tussenvorm. Nee, dus of nooit leven. De vorm die de werkelijkheid is er niet. Precies, het is of nooit leven of gewoon eeuwig leven. Nooit, ja, misschien heb je wel ooit, ik bedoel, wij, het leven bestaat, maar jij hebt nooit geleefd. Je bent nooit geboren. Nou, dan weet ik dus ook van niks, dan mis ik dus ook niks. Ja. Dat is ook zo. Dus dan is alles gewoon zoals het voor mijn geboorte was. Of ik moet eeuwig leven. Ja, dan doe maar helemaal niet. Dan helemaal niet. Nee, eeuwig leven lijkt me echt de hel. Dankjewel. Alsjeblieft. Dus voor de mensen thuis dan, Pieter. Omdat jij er was en omdat we heel dankbaar zijn dat je wilde komen. Ik vind het toch leuk dat je wilde komen. Iedereen die tot nu toe te gast is geweest, krijgt van ons een speciaal... heel waardevol, goed cadeau, wat helemaal afgestemd is op de persoon. Ja, precies. Dus Pieter, we hebben speciaal voor jou het Dr. Phil Red Je Relatie werkboek. Ah, daar was ik aan toe. Maar met oefeningen en zelftests voor jou en je partner. Nou, heerlijk. Ik zal mijn kat moeten leren lezen dan. Dus, veel verder gaat het met relaties niet. En wat was hij daar nog jong? Hè? Ja, schitterend, hè. Ja, als haar nog. Als haar nog, donkere snor. Het is helemaal... Ja. Nou, een man om heel hoog te hebben zitten, hoor, dit Dr. Phil. Nou, maar super tof dat je er in elk geval was. Graag gedaan. Ik denk dat wij het afsluiten. Het begint ook donker te worden. Ja, het begint ook te worden altijd. En even kijken, voor de volgende podcast hebben wij, zal ik zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Ja. Nu, laten we het maar gewoon doen. En als het toch niet doorgaat, de volgende... Nee, zeg jij het.
Nee, nu heb je me al ontbroken. Nee, okay. Zeg maar. Wij danken natuurlijk onze gasten Pieter Bouwman dat hij hier was. En voor de volgende podcast hebben wij Kiki Schippers hier aan de tafel. Om de eerste vrouw. Ja, heel fijn. Eindelijk even niet zo'n mancave, man. Echt verschrikkelijk. Het werd al een beetje een mancave. Maar in elk geval, daar hebben we ook heel veel zin in. Daar gaan we ook kijken wat we daarvan bakken. Voor nu, dit was hem. En, tot de volgende keer. Abonneer je op het kanaal. Stuur het naar je familie en vrienden. Deel het op Facebook. Zet het op je Twitter, Instagram. Het is de beste podcast ooit. Mede dankzij Pieter, podcast gode yours truly. Ik blijf het herhalen. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Welterusten. Welterusten. Precies, welterusten. Goed, en nu kijken we allemaal naar de kat. Hoe die nog steeds... Eindelijk daar ligt.